staatsgeheim. En wat haar betreft blijft het dat ook. Gisteren zei de advocaat van Kroon dat de majoor toestemming zou moeten krijgen om zijn volledige verhaal te vertellen. Om alle twijfel weg te nemen of zijn verhaal überhaupt wel waar is. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon. In het noorden kunnen wolken vanaf zee binnendrijven. En landinwaarts ontstaan er stapelwolken. Het blijft wel overal droog en het wordt 22 tot 27 graden. In het weekend volop zon en de temperaturen lopen dan op naar 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is weer vredemikken, dus aan het tijd van Noorderwind live. Onder andere mijn optredens van Laurens van Rooyen. Jawel, de verneemde pianist en componist is Joert Buijs te gast. Maar we hebben een reiziger in de studio. Friese folkmuziek uit Grenzenland en Friesland komt de band Paradise Parade. En zak ik nog wel even terug in mijn heel soort gasten. Dus straks weer Noorderwind live. Trui worden lang. Graag met Alex. Iets voor een verjaardag. Gefelicitaard.nl. Altijd iets te vieren. Specsavers Hoormythe 1. Een hoortoestel zonder bijbetaling. Dat is te mooi om waar te zijn. Nou, toch is het zo. Uw basisverzekering vergoedt maximaal 75%. En Specsavers vergoedt nu de resterende eigen bijdrage voor een hoortoestel. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. Altijd meer voordeel op trekpleister.nl. Nu alleen online 2 Pampers Gigapacks voor maar €52. Dat is voor ongeveer anderhalve maand aan voorraad. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op specsavers.nl/mythes. Al gaat de fietser nog zo snel, de e-bike achterhaalt hem wel. E-bike voordeelweken bij Fietsvoordeelshop. Maximale service en tijdelijk extra voordeel. Fietsvoordeelshop.nl. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Verras je zoon, je dochter of jezelf met een nieuwe matras van IKEA. We hebben namelijk 10% korting op alle matrassen. De actie loopt nog tot en met 30 juli. Ga naar de winkel of IKEA.nl. Aandacht maakt alles mooier. IKEA. Auto's worden steeds intelligenter. En daar kunt u bij Nissan nu al van genieten met de Nissan Qashqai en zijn Intelligent Mobility technologieën. Tijdelijk met gratis automaat en een voorraadkorting van €2000. Expect more van de Nissan Qashqai. En kom langs bij uw Nissan dealer voor een proefrit. Nissan, innovation that excites. Blokker weekendalarm. Professionele wipers opgelet. Huggies All Over Clean Baby Wipes, 10 pakjes, nu €7,50. En elektrische vliegenmeppers, nu maar €1,50. Alleen in de winkel, op vrijdag, zaterdag en zondag. En op is op. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Blokker heeft het in huis. Profiteer ook van voorraadkorting op de Nissan Micra, Juke, Pulsar en X-Trail. Vraag gratis een inruilvoorstel aan op nissan.nl of kom langs bij een Nissan dealer. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Het is weer vredemikken, maar het weekend varen door. Mijn noordenwind beginnen. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Radio, televisie, internet op alle mogelijke manieren. Ben we gewoon weer te volgen. 3 uur lang. Met een heel soort muzikale gasten. Achter de vleugel, ze staan al in de hoeken. Complete band, solisten. Alles komt voor de in ieder geval. En we gaan praten over een unieke app. En die is speciaal voor muzikanten. Dat verhaal krijg je aases. En we gaan nog praten met Simon Fuik over een boek en een idee. En uiteindelijk een muziekfestival over Vroenskip. Dat alles en nog volle meer, in ieder geval in de komende uren. Ja. Wat leuk. Ja. Simon Fuik. Ja. Wat leuk, die had een heel mooi boek schreven, ja, over Vroenskip. Ja. Ja, ik ken het.
Ik ken het, want het is wel heel leuk om te sissen. Jordi, mijn zoon, die zit er ook in mijn verhaal. Hoe de friendship met zijn broer. Dus maar leuk dat ik er weer wezen, Mike. Wie de vorige week ik, maar deze week weer. Want Volkert, ja, die is natuurlijk hartstikke druk met Herman van Veen. Ja, dat is fantastisch, hè? Ik vind het zo fantastisch voor hem. Ja. Dus, maar ik had er weer zin in en ik hoop je dat ik weer mooie beelden van die maatje. Maakt altijd leuke vlogs, dankjewel. Regina Bielsma trouwens, van de meesten die denken, waar je dat? Nou, nou dat bist ook dus, Regina. Ja. Na je week gaan we Dirk weer. Kom vooral del en gezellig, want morgen, na je week gaan we de lijst alweer voor de simmerstop. Ja, en dan zullen we een lekker barbecue vanuit eten. Ja, dat is gezellig. Wow. En dus is ik dan een welkom to the village? Ja, ik zit naar Welcome to the Village. Dat is het Power Café van Jeremy Goldstein. En het gaat over momenten in die libben dat hij steeds maar uit in kracht helle, maar dat uiteindelijk ook weer helemaal in die eigen power komt. En dan zal ik over vertellen hoe een stukje van mijn libben. Dus. Welke, wat ben je voor jou dagen dit keer? Tongensje, Vreed, Zaterdag, Snijn, even mij. Ja. Welke van de dagen bist er op het festival? Ik ben de 20ste en de 21ste. Dus ik maak even combineren. Ja, dat wordt nog wat met de barbecue. Mooi druk, maar daar. Ik vind het geweldig, leuk. Ja. Ach, Olly Miskild. Goed, en wie had nog lekkere dingen uit Drenthe kregen? Ja. Achter. En dus die is alweer met drank te slepen. Ja, lekker lichte kruidkromer, kruidenlikoretten. Want door had nog een extra gast. Ja. Daar hebben we het gekregen. Maar ja. Ik doe hem in de koffer. Ja? Als het op Berenburg ligt, komt het jong wel op. Nou goed, ik ben mijn eerste muzikale gast. Bart van der Wal en hij is onderdeel van de groep Reiziger. Stel eerst even de band voor. Ja, aan die kant zit Erik van der Wal. Ja. En daar zit Jonathan Koning. Maar die mooie Bas. Ja. Het is Hondenland zang. En Bart. Hartstikke mooi, dat is de beest. Even waarom naar Verlien Wieken. Friske Bries, hoe wie het? Wie hartstikke mooi. Ja, wie een feestje. Ja, goeie muziek en genoeg meisken. Ja. Dus het is stijgende lijn, hè? Prachtige locatie. Mooi festival, ook Friestalig natuurlijk. Friestalig, ja. En dat hadden we erin, hè? Maar stop je, hou maar op. Maar wie leuk, we hadden een prachtige omtinken noemen, jongen. Maar ik wil alleen benijd hoe het oorlog weer. Prachtige waarsomstandigheden. En dan zitten wij net te heat en net te kort, hè? Klopt. Ja. Nee, beter koen het. Ja. Ik ben heel tevreden. Maar het leeft nog, Friestalige muziek? Moest er even ons keuren. Ja, hè? Ja. Hoe kinder? Ja, dat weet ik net. De meesten wat lui ontwurden of niet? Nou... Is het te volle misschien? Nou, ik heb het idee dat de meesten de afwisseling leuk vinden. Ja. En Engels en wat Fries. En, Van alles wordt. Ja, precies. Ja. Goed, we gaan Tietje Verlin troffen voor koor. Bij een concert in Snits, wie dat? Ja. Maar wat nee, hè? Ja. En toen hebben we toch even in de backstage, nemen we dat over de vorige cd, dat is alweer Evelien. Ja, dat is Evelien, ja. Ja. Toen had ik nog zijn, wanneer komt de naaien? Ja. Hoe vind je bij hem? Nee, ik heb beloofd ook je wat prikkelies hoor, joh. Ja. Meteen wat prikkelende vragen stellen over, komt er nog een nieuwe cd of niet? Absoluut. Ja, hè? Ja. De hoes is al voor jou. Ja, Maar we moeten gewoon wat dingen invullen nog. Iets mijn studio en bespreken en noem eens mij. We willen bijvoorbeeld het koor Rolling Home of erbij hebben. Ja, dat troffen we ook al. Verre nummer, ja precies. Ja. En, en dan hebben we de drums er nog even op. En een achtergrondkoortje. Ja, maar dat even, dat is... Ja, precies. Ja. Ga je mijn planning of... We loeken dit even over de simmer heen. Zij trekken voor jou al hier. Ja, elke keer, ja. Ja, maar ik hoop dat je thuis komt en nou maar we dat ding al, meid. Ja, nee, maar dat is gebeuren. Ja? Ja, en dan komen we hier. Ja, we hadden beelden nog, hè? Ja, we hadden beelden nog. Ja, goed. Nee, nou, we gaan terug. Ik denk, ik kom erop waarom. We troffen ook bij een audiënsconcert van Rolling Home. En je maakt ze prachtige muziek, maar dat game nou zelf gewoon even bewezen, vind ik zelf. Want je mag ook al een muzikant, alle instrumenten mee nam. Welk nummer begin je mee? We beginnen met een Engelstalig nummer. Oké. Okay. Ja. The Quiet Joys of Brotherhood. Mooi nummer. Reiziger. Live in Norwegen. As gentle tides go rolling by along the salt sea strand, the colors blend and roll as one together in the sand. And often do the winds entwine, do send their distant call, the quiet joys of brotherhood, and love is Lord of all. Thee, O, can we together rise along the
common ground. The mare and stallion, light and dark, have thunder in their sound. The rainbow sign, the blended flower, still have my heart in thrall. The quiet joys of brotherhood and love is Lord of all. But man has come to plow the tide, the oak lies on the ground. The royals assign the blended flower, have thunder in their sound. The roses bleed both light and dark, the winds do seldom call. The running sounds recall the time when love was Lord of all. Reiziger, hier live in de studio. Straks doen ze nog een aantal nummers hier. En dan ben ik alleen maar blij mee. Laurens van Rooyen, verneemd componist en pianist. Helaas is ik optreden. De vleugelstil ook leer. Maar we draaien eerst een plaat van Rondé. Time to go. Why do you care that I know?
We could have been the baddest of the bunch. Yeah, let us be the tallest. Higher than our fears, we can overcome. Yeah, we might have been the loudest. Why do you care? Dit is al even van Noorderwien Live. En je hebt al een beetje op achtergrond. Is hij goed gekeurd? Hij is very goed gekeurd. Ja, very goed. Ja. Ik hoorde dat u nogal kritisch bent en terecht ook hoor, op welke vleugel u... locatie in het ons mooie Friesland, toch? Dat moet maar je toch enige kritische noten kunnen... Ja, absoluut. Ja, nee. Zowel door jou als door mij. Ja. Klopt toch? Het is het Stemlood van Laurens Verrooyen, dames en heren. En dit draait al heel lang mee in de muziek. Mij een heel soort prezen, bekende tunes, muziek. Ja, waarvoor niet? Voor series, films. Filmmuziek onder andere, ja. Die ook voor een gedeelte in Friesland zijn opgenomen. Okay. Ja, Fair Play bijvoorbeeld. Is ook in Duitsland uitgekomen. Eline Vere, ken je wel. Dat is een grote internationale productie. Voor Walt Disney heb ik muziek verzorgd bij een groot project dat wereldwijd is uitgebracht. Het gaat over Afrika. De Wildlife. Studio dingen gemaakt. Ja, wat niet gedaan. Ja, erg hè. Ja. We gaan niet uw leeftijd noemen, hè, maar, dat is dan, maar waar zijn de grijze haren? Ik kan ze nog niet vinden bij u. Nou, ze beginnen al hier, hoor. Ja, een beetje. Heb je dat gezien? Ja. Nou, ja, ik ben minstens 30 jaar jonger en ik heb al een grijze sik, maar dat heeft u nu, hè? Nee, er is geen pijl op te trekken. Bij de ene is wat, bij de ene gaat het wat eerder dan bij de ander. Ja. Maar kijk, waar het om gaat eigenlijk is muziek maken met elkaar en voor elkaar. En daar ben ik inderdaad al enige tijd mee bezig, vanaf mijn 7e jaar. Ongelooflijk. Gelijk piano? Meteen, ja. Mijn vader kocht de piano en ik was verkocht. Ik kroop erin en op en dat is tot op de dag van vandaag doorgegaan. Omdat het een magisch instrument is met heel veel mogelijkheden, heel veel klankmogelijkheden. Ja. Maar verder doe ik ook veel dingen voor orkest en zang en zo. En dus... Bent u autodidact of heeft u toch ergens nog wel een... Nee, ik ben naar het conservatorium gegaan, 5 jaar in Utrecht. Die studie heb ik helemaal afgemaakt ook. En daar heb ik geleerd wat je in de muziek waar je op moet letten. Wat de dingen zijn waar het om gaat. Hè. Dus qua content, maar ook qua communicatie naar een publiek toe. Want je kan wel... Kijk, muziek, ja, het is magisch, maar het is maar muziek. Als we meteen buiten staan, dan zijn er andere dingen aan de orde. Dat is juist zo boeiend, weet je wel. Hoe maak je iets wat blijft hangen, wat je terug wil luisteren, wat je stil krijgt, waar je mee het publiek inraadt? Ik denk dat een combinatie is van nieuwsgierigheid. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik wil weten hoe dingen in elkaar zitten, hoe mensen reageren. Maar het is ook een kwestie van een soort passie om te ontdekken wat er in jezelf leeft en wat je kan uitbrengen, wat je kan combineren met andere instrumenten, of het nou strijkers, blazers, mondharmonica is. En die combinatie maakt het juist zo boeiend. Het is altijd een betrokkenheid met mensen. Een heel orkest is dat ook. Passie voor de muziek. We gaan straks doorpraten, maar ik wil u vragen om toch uw eerste nummer te gaan spelen. Yes. Welke begint u mee? Ik wou beginnen met La Bobadilla. Dat is een stuk dat is ontstaan nog niet zo lang geleden in het zuiden van Spanje, Malaga, Andalusië. En daar ontmoette ik een gitarist. Dat was toevallig niet Jan Akkerman, die hier vandaan komt, zoals je weet. Maar een Spaans multitalent op een avond. En die speelde daar zulke mooie volksmuziek uit de omgeving. Uit Andalusië. Dat wij, locals en toeristen, waren verkocht. En toen dacht ik, toen ik thuis kwam in Nederland weer, dat ik iets moest doen als een soort eerbetoon aan onbekende Spaanse maestro. Dus ik heb toen een stuk gecomponeerd waarin de gitaar door de piano heen speelt. En dat dorpje heette La Bobadilla, waar dat gebeurde.
betover ons. Laurens van Rooyen, live in Noorwien, achter de vleugel. Wauw, piekenvel. Straks het goeie neus. Essebol reiziger Os Laurens van Rooyen zal nog verder spelen. En we praten direct nog even over. Hij is zelf op tour en er komen al die leuke activiteiten aan. Maar eerst het neus. De woonboer
Boulevard Groningen vindt u aan de Pijzerweg en het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Het is nu opruiming. Kom dus gezellig een dagje korting shoppen. En uw hele gezin is welkom. Kijk op woonboulevardgroningen.nl voor alle actuele informatie en aanbiedingen. Voordeeluitjes.nl. Er is lekker tussenuit? Ga dan eerst naar voordeeluitjes.nl. De leukste en voordeligste hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl. Niet voor niets, kampioen in arrangementen. Voordeeluitjes.nl. Dankzij BVN kan je echt overal naar je favoriete tv-programma's kijken. Je hebt ontvangst van hier tot Tokio, Japan. In een afgelegen dorp in Boring, United States. Zelfs in the middle of Nowhere Island, Canada. Kijk in het buitenland naar het beste van de NPO. Online via de BVN-app en satelliet. Meer info op bvn.tv. Gratis, zonder abonnement. De Bonte Wever. 3 dagen all-inclusive, €149. Voordeeluitjes.nl. Bureau de Vries zit deze simmer op het Dwarpsplein. Op ziek naar de Dwarpsmierskip. Snij zitten we in Wienaam. Terpdwarpke onder de reek van Haas en Sierrek. Verneemd door de Fibula. Mooi een jubilerend dwarpsbelang. Maar zonder squallen en café. En dreeg je de Boijendelgong door zout en gaswinning. Snijn van Alvenottingen. Bureau de Vries in Wienaam. Daar zijn ze weer, de bouwvakhelden van Formido. 50 veelgebruikte klusartikelen voor extra scherpe zomerse prijzen. En deze week 20% extra korting op 1 product naar keuze. Voor voordelig klussen ga je naar Formido. Kijk op formido.nl voor de voorwaarden. Het is prijzenfinale bij Aldi. Nu de allerlaatste stuks met kortingen tot 50%. Mode, gereedschap, tuinartikelen, multimedia en nog veel meer. Het aanbod kan per winkel verschillen. En op is op, want in de prijzenfinale moet alles weg. Natuurlijk, Aldi. Omroep Friesland. Oostend op Dij. Straks het ultieme ontstressen met onder andere Laurens Verrooyen hier in de studio. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Dieter Seijers. Biste wolwezens organisaties vjocht ze op Skiermonds eeg het opsluiten van een Wanne Oorn op het Kallemooi feest. Bij dat feest zit die Wanne 3 dagen lang op 20 meter hichte in een koer. Biste mishandeling, zeiden de biste organisaties. Maar even de gemeente wordt er goed op de Wanne past en krijgt de organisatie van het Kallemooi feest ter jochten een vergunning. De bezwerencommissie van de gemeente die boegen hem dan hoe de zaak. Mocht hij de gemeente Gelijkjan, dan kan de Bistewolwezen organisaties takomie naar de rechter als er weer een vergunning zo een vraag komt. Zou het verslag jouw Hajo Bootsma? Dank is ze van oké, dit vliegt ze weer aan. En dan krijg je een beetje hetzelfde als ik wat mooi het lip als ik in bad was zelfs. Dat er een gang is in de richting van de Raad van State, in de richting van de rechtbank, om een besluit te vragen van de rechter van is dit... Kind dit, nevens de wet, mooi dit, is het acceptabel? En dan zal er een oordeel komen. Dat is dan het vervolg. De bennepsychiater uit Makkingeer, die te Manalien in Nepal onthouden waard vanwege ontucht met een jongen van 15, bleef voorlopig in voorarrest. In een harkzitting in Nepal is bepaald dat de vertochte net vrijkomt, ont de inhoudelijke behandeling van de zaak. Dat is na alle gedachten oor een jel hier. Er is ook besloten dat een politieman die net bij het onderzoek belutsen is, maar de rechtercommissaris de computer van de man besjent zal, om nooit te gaan als direct bennepartner op te vinden is. Medische gegevens van cliënten bleven geheim, zei een wetvierder van het landelijk parket. De Jeddere Suvelskwallen van Bolzet is letter dit hier het toneel van een groot congres hoor. De takkomst van eten. Centraal staan de uitdagingen dat boeren, de foodindustrie, de retail en het onderwijs vaststellen. Zo uit een van de initiatiefnemers, Erik Kooistra. Wat is er nou mooier om alle kennis en kunde die hier ooit is ontstaan terug te halen naar Bolzet. En al die kennis en kunde eens met elkaar bij elkaar brengen en dan eens kijken van wat kunnen we nou bereiken, waar staan we nu met food, maar vooral waar gaat de foodwereld naartoe. Want ja, als er nou iets hard verandert, is het wel de foodwereld. Toezenden haakte tekkers in alle kleuren en vormen binnen dit weekend te zien in Park Vijversburg in Tietjerk. Ze maken er 100 vrijwilligers als onderdeel van culturele haatstijd. Het verantrekord zit op 8000 tekkers en de organisatie wil er in het park zo'n 10.000 deellezen. Twee even de vraag, had dat op het iets slagje zo, maar met een soort nieuwe vrijwilligers liek het goed te komen, zei Tisma van de organisatie. En zo weer dus dat je van de morgen een keer een club van 50 tot 100 vrijwilligers weer, die u helpt met dit geweldige project. Ja, want we moeten in principe juni om een uur 8 kleren wijzen van morgen en van snijden. Dat we nou ja, de 14 en 15 juli de grootste gehaken teken kunnen aan het publiek.
Het waar dan. De loft is beroemd, maar de zinnen kan direct bijkomen. Er zit een matige en wat westelijke wien en het is een graad als 21. Morgen aardig wat zinnen, maar ik wil weer eens een beroemde loft en dan wordt het 23 graden. Kom zaterdag 14 juli naar Natuurgebied de Heide, vlakbij Heerenveen. Lekker hangen, wassen en spoelen met Travassi. Eten, relaxen en de hele middag en avond dansen op de danstoer van Latin Island of op het strand voor de mainstage. Kom naar de Butterfly Beach Party, wat een tropisch feest. Koop nu je tickets op butterflybeachparty.nl. Geen WK, wel bij Hyundai. Scoor nu tot 3500 euro extra inruilvoordeel. Op bijvoorbeeld je Duitse, Franse, Zweedse of Japanse auto. Tijdens het Hyundai Inruil WK. Kijk snel op Hyundai.nl. Ziet u ook zoveel Hyundai's de laatste tijd? Op zoek naar een heerlijke geur? Bij Issy Paris Excel helpen we je graag. Nu 25% korting op bijna alle geuren. In de winkel of op issyparisexcel.nl. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel 500 euro per persoon. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras. En wij keer terug met het muzikale dwarsplein van Friesland, Noordervien, live met Reiziger en Laurens Verhooyen nog in dit uur. Maar ik begin even met Jeanette Westerbrink. Ze is een titel in als een keer te gast geweest. Dat weer mij een soort van unplugged sessie. Daar had ze een soort van vereniging omheen gebouwd. Dat is bijna een soort vakbondsvrouw, had ik het idee, of net? Ja, dat is het inmiddels wel een beetje geworden, ja. Vertel even, we beginnen even bij de basis en dan zetten we in de rin van de mic even het hele verhaal uitrollen. Want uiteindelijk eindigen we bij een app en de kan muzikanten gebruik van mij, et cetera, het hele verhaal. Maar eerst even... Je bent muzikanten en je hebt een soort van vereniging oprichten. Wat voor vereniging is dat? Dat is artiestenvereniging Unplug and Play. Ja. En ja, wij kwamen een beetje het probleem tegen dat als jij gewoon een hobbymuzikant bent, dat het best wel moeilijk is om aan leuke optredens te komen. Dus wij gingen als vereniging optredens binnenhalen. En ja, dat gaat eigenlijk verschrikkelijk hard. Ja. Ja, dus verklaar het dus. Ja, goede muzikanten natuurlijk. Daar gaat het altijd om. Nou, het is denk ik ook het is heel simpel. Kijk, normaal ga je naar een boeker, of jij betaalt de boeken uitboeken, betaalt de band uit. Wij bemiddelen alleen, jij betaalt rechtstreeks die artiest uit. En ja, muziek wordt daardoor een aardig stuk goedkoper zonder al die overheadkosten voor de... Ja. Hoeveel muzikanten heen bij de vereniging? Op het moment meer dan 4000. En we doen gemiddeld nou tussen de 200 en 400 optredens per maand voor al onze leden door heel Nederland. 4000? Ja. Oké. Unplugged? Is het allemaal unplugged? Allemaal akoestisch? Nee. Het gaat echt over metal, rock, rock and roll, akoestisch, singers, songwriters, pianisten. Zeg het maar, ja. Wat gaaf, hé. Kom straks weer bij die waarom. Theater Tune Ries, kist dat? Nee. Even de mooiste locaties in Friesland. Ik zou zeggen, mail eens een keer met Bart. En dit is Bart. Hey, Bart van der Wal. Ja, wat dit is wel leuk, hè? Jou, ja, ik maak die jou toe een muzikant op. Dat is gewoon een beetje... Nee. Nee. Maar toen krijg je natuurlijk enorm volle... Nou ja, vroeger wie in het cassettebandjes, maar vragen binnen, denk ik, hè? Ja, mailtjes, telefoontjes, appjes, Messenger, van alles, ja. Goed, in ieder geval een mooi festival daar gewoon. Komt het hier nog drukte in de tuin? Ja. Wat hebben we te steen? De Snijd Joen hebben Skaat door het Waard, hè, van Remolino en het... Dat is prachtig, voor de fijnproevers, maar wel heel mooi. Just Joen heeft zijn repetitiehand en heel mooi. Dat wordt een lettere voorstelling, dan? Ja, we beginnen de 18, nou. Ja, dus... Deze stuk wordt verschreun, natuurlijk. Ja, denk het ik. En dan moest ik in het donker echt... Nee, het weer prachtig, ja. Mooie uitlachten. Ja. Goed, en paard mijn Reiziger momenteel? Ben je een festivalgroep of niet? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee. We hebben een paar keer gestuurd op Imaginarium. Ja. Festival vinden we heel leuk om te doen. Ja. Maar we hebben de komend van een mooi wat optredens. Dus, al je dat soort dingen, hè? Imaginarium? Vergelijkbaar? Nou ja, wij voelen zelf dat we daar wel een beetje passen, ja. Ja. We hebben een dubbel optreden zelfs hier nog. Ja, Flintier, ja. Ja, klopt, ja. Mooi man. Welk nummer game nodig dan? We gaan Skipgeklaai. Dat is een Friese verwerking van, tenminste, wij hebben een eigen tekst te maken, van When the Mountains Cry. Reiziger, live in orde. Skip vergeet.
midden in de nacht, en het niet lot wacht. Het dekken loopt koud, naar de bodem taal. De twaalfde stert en sloeg voor boog, onder duizend sterren. Prachtig, Reiziger bij Hetty als jongeres. Doe je dat zelf, het oorzetten in het Friesk of net? Ja, doen we zelf. Ja, ja, ja. En hoe gaat dat dan? Geef je dan met je fjouweren zitten? Of is het een beetje sparren? Of komt Bart of Doma een idee? Nou, om en om eigenlijk. Ja, ja. Ja, ja. Bart die is eigenlijk begonnen met screwen, met omzetten. Ja. Ik doe al wel wat. Erik, ik. Broek je heel simpel, ja, want ik ga een staveringshifker op mijn Google Chrome. Jij broek je hem die dan ook net? Er wel een wordboek bij, dat ja, wel. Ja, ja, ja. Ja, zou je hem vier komen als je mij dicteert mij was hoor? Hoe zit het nou? Tik net. Ja, ik net. Ja, nee. Maar hoe zit het met mij? Hoe zoet mij de man door? Ja, absoluut net. Nee. Die staringshifter is wat te gek. Ja, hij is toch mooi ding het? Vorig jaar, ik zoet dit keer mij door, toen is het verscoot en toen koek dus de nou voor de helder maar. Oké. Okay. Ik vind het net zo rauw. Nee. Ik denk, er zitten nog 100, 600 man op dat oude house het cerk af. Ik denk, nee, laat maar zitten. Maar ik ben er al even west, want ik vind het een ontzettend leuk initiatief. Is dit de mix, een beetje Fristalig, Engelstalig, traditionals, eigen noemers, is het alles wat droog hoor? Ja, zo moest het zijn. Ja. Lekker spelen. Ja, gewoon lekker spelen, eigen dingen en ik. Ja. Nee, dat is de mix. En nou, help me. Ja, nou, help me. Komt dan. Ik liet je me net weer los. Goed. Ik geef naar Laurens van Rooyen, pianist, componist. En ooit, en dat vind ik er wel heel erg leuk, samen met Herman van Veen veel gedaan. Wij zijn begonnen, ja. Ja, we zijn begonnen in het eerste jaar op het conservatorium. En het komische geval was dat hij was 17 jaar. Meestal ben je, als je dat gaat doen, ben je 17, 18. Ik was intussen al wat ouder, 27. Maar er ontstond een soort klik tussen die twee mensen. En toen kwam hij bij mij van of ik een tekst wilde maken op een muziek wilde maken op een tekst van hem. Ik zei, ja, dat kan ik wel. Had ik nog nooit gedaan, maar je moet altijd... Je moet eerst ja zeggen. Ja, natuurlijk. Ja. Daar ben ik ook heel goed in. Oh, goed zo. En dan leg je de telefoon in en denk oh, oh ja, ik weet het niet. Had ik maar niet gezegd. Nee, en dan achteraf ben je blij dat je weer... Nou ja, goed. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Oké, okay. Ik zeg, goed, wat is die tekst dan? Hij zegt, gebroden. Ik zeg, dat is een boeiende tekst. Ja. Ja. Zit wel wat in. Er zit wat in, ja. Dus ik begon wat te fantaseren. Er kwam dus een melodie uit. En zo is eigenlijk onze eerste samenwerking begonnen op het conservatorium. En dat kwam dan uit in de creatieve groep Harlekijn, weet je wel. Ja, fantastisch. Nee, het mooie aan ons, aan dit programma, is ook weer dat wij een jong talent, Volkert Wesseling, hebben. Die komt uit Friesland. Ja. En die zit op dit moment in de club van Herman van Veen. En Herman van Veen die coacht hem en helpt hem. En die doet mee met de voorstellingen. Ja. En die zit, Volkert,
ook de helft van de week in Zeist. Ja, dat is prachtig. Ja, ja, op de Pals. Ja, ja. Dus op een gek manier komt hier een soort cirkeltje bij elkaar. En dat u nou ooit met Herman Harlekijn bent begonnen. Ja. En, ja, en dat is tot op de dag vandaag duurt dat voort. Want zijn grote jubileum in Carré, anderhalf jaar geleden, heb ik het openingsact gedaan voor de hele zaal. En toen heb ik dat stuk wat ik net speelde, La Bobadilla, omdat dat zo'n internationale uitstraling heeft. Dat was het eerste stuk waar ik mee begon. Wat een mooi verhaal. Welk stuk gaat u nu spelen? Ik ga nu spelen een thema uit een film. The Crown Affair. En het heet The Windmills of Your Minds. Live in Orwin. Laurens van Rooyen. Thank you.
Wauw, prachtig. Straks nog een stuk van hem. Dan praten we even over 12 projecten wat er met de waarde is. Hij is al on tour en hij speelt ook nog op de vecht. Hoe dat al is, zit jij hem straks. Jeanette, ja, je bent muziekliefhebber, weet ik. Geweldig. Ja. Ja, heerlijk. Sommigen zeggen dan, het is ouderwets, maar dat is het niet. Hè? Nee. Het is toch tijdloos? Tijdloos mooi, wauw. Ja. Kun je piano spelen of speel je alleen... Je bent een fantastische zangeres trouwens, moet ik er even bij zeggen. Maar speel jij instrumenten... Helaas, nee. Ik ben wel jaloers op. Als ik het mensen zie doen, denk ik, oh, dat is gek. Je stem is je instrument. Dankjewel. Ik zie het zelf. Straks een plug and play. Prachtige vereniging trouwens. Een unieke app gaan ze ontwikkelen. Zit je nog in meer groepen, jongens? Of is het alleen een reiziger eigenlijk? Ik zit hier rozer nog. Ja. Ah ja. Dat is wat anders, hè? De rozer. Ja, qua wun liek het op elkaar. Ja. Reiziger en rozer. Ja, maar muzikaal is de uitwerking voor oors, hè? Muzikaal is even wat oors. Ja. Dus, leuk, man. Ja. En Do? Ja, ik ben thuis in de studio wat bezig. Mooie surfmuziek. Ja, ja. Surfmuziek? Ja. Wat te gek, man. Van die oude muziek, ja. Ta-na-na-na-na-na. Precies, ja. Heb je toen nog gehoord een project? Nee. Ja, maar hou de klauwen ik wel vol, toch? Ja, zeker. Dit is een leuke nacht, zo. Ja. Ja, hier met drukbaan met het album. Had je genoeg plegen, Bart, nog? Ja, zat. Ja. Goed, jongens, nog hier noemen we te game. Welke game doen we als laatste? Turvenstekkers Dream. Ah, Reiziger, live in Orde Win! 1, 2, 3, 4. Ik dreamde toe van een drukke bietstaat vol steen van meters heen. Fjouwerman on de top, op het vlak brune goud, een glorie voor elke nier. Eentje is van de staat, op een goed riek man het jouw weer, het is Saudien. Bloert op haar weg en in haar nier. Maar een fleurig wil prieske van de eerste wien en om het toeren een glaske bier. Om haar heen wie het feest, maar de vrouw van het bar, die toesten je vaar haar deel. De baas bracht er aan de leer en wie die gedankbaar je verrassing waar het hele stel. Jongens, ze laken en wienen sablier. Ik joeg met Alinkes, mijn holle ile loop. Vier van sabbat ik zie. Doet ik letterwekker baard, uit de turfstekkers erin. Mooi lieve banen en rit. En een schermel stik turf, laat een eerst maar de hoop vaar enkel. Nog domme laatst. Ik zie een vrouw van een turvenboer op een tjal, jij moedig en ween. Ik dreamde van een drukke bietstapelsteen van meters heen. Fjouwerman on de top, op het vlak brune goud, een glorie van elke nier. Eentje is van de staat, aan een goed riep, maar het jouw neer. Het is Saudien.
eens eerst van de stad. Alle goed wieke man het jouw neer. Het is zo'n dier. Eens eerst van de stad. Alle goed riek man het jouw neer. Het is zo'n dier. Reiziger Hewitt, Buus, de gast. Bart van der Wal, Hedy Sonderland, Erik van der Wal en Jonathan Koning. Messie Fjouweren dus dwaande mij een ICD. Daar hok nou weer op, definitief. Top dan weer. Vind echt een hele mooie muziek, meidje. De komende weekend ergens nog op het affiche? Bedoel, mijn reiziger? Ja, hoe was je? Wie, nou, is dit wel ergens op een site? Neem ik gewoon vast een briefje bij die. Ja, ik wist dat de vraag kwam. Ja. We staan in Sleert, in Bad Sein, we staan in Bolzut, in Skadel. Dat is dat betinkst. Bakkeveen, Balk. Oeran nog. Nou, zat. Sluiten we even reizen hoor. Heel snel nog even, want Theater Tun Ries, Gaasterloon Pop. Ja. Popfestival, 29 juli. Een van mijn favoriete Friese bandjes. Jonge band, eigenlijk mag ik zeggen Electric Hollers. Ja, 4 januari weer live. Zie je? Oh, wat leuk. Ja, ja. En wat doen we nog meer dan? Wat zou je? Wat doen we meer dan op dit festival? Zeg Piet Koksteen, Sascha Alais, ik als een talent. Ja, ik zijn talent, ja. Van alles wat dus. Ja, en Cosmic Blue, hè? Dat is echt een goede act. Ja. Die mag je dus nog eens even. Ja, dat denk ik wel. Komt de Duslon. Oké. Okay. Ja, fantastisch. Liverpool vooral inspireren. 29 juli, Gaasterland Popfestival, Theater Tun Ries, prachtige locatie, maar geweldige bands, onder andere Roadhouse, Dr. Feelgood, Cas Lux, Cosmic Blue, Electric Hollis en er volle meer. Oh jongen. Dankjewel. Yo. Tot de volgende keer. Oké. Okay. Yo. Hoi. Hartstikke mooi. Goed. Ja, applaus. Ik ging weer naar Laurens Verrooyen. We gaan straks na de break nog even uitgebreid praten over de CD, over de projecten die je doet. Maar ik wou je vragen om toch eerst een nummer te gaan spelen. Welke ga je doen? Ik wilde gaan spelen Just a Simple Love Song. Ja. Dat is een eenvoudige melodie, zou je kunnen zeggen, voor piano en strijkers. Ja. Maar heeft toch nogal de aandacht getrokken, met name in Japan. Okay. Ja, daar wordt het namelijk uitgezonden op 13 radiostations, verdeeld over het hele land. Wauw. Ja, dat is bijzonder. Ja. We zijn erg blij mee. Nou. Straks praten we nog even wat langer door, maar de vleugel en de studio is volledig voor jou. Laurens Verlooyen.
Wauw. Ja, applaus voor Laurens van Rooyen. Straks praten we met hem over CD, 12 projecten. En hij gaat nog een tour. En hij zal bij en op het wetter spelen. Dus daar komen we straks nog wel over te spreken. Together met Sido Martens trouwens. Zit ik in het Takkenmoeren. Paradise Parade. Hartstikke leuke band zullen nog spelen. En Grutte Geert is ik nog te gast. En we praten met Jeanette Westerbring ik nog over haar app en haar vriendenring. Wat mij onbelangrijk. Graag en dadelijks. Magisch Ameland. Daar wil je toch vaker in, hè? Vakantiepark Kleinvaarwater biedt jou die kans. Je boekt op zijn meest in je weken in je van uw prachtige accommodages en je krijgt letter dit jaar nog een weekend of midweeken vergees. Profiteer je juist nog van die kans. Kleinvaarwater. Wij weten het wel, maar we kunnen het jou ook. Meer informatie? Kleinvaarwater-ameland.nl. All-inclusive ertussenuit? Kom naar Woendeland Kalkar, net over de grens bij Arnhem. All-inclusive genieten van verschillende restaurants, bars, een bowlingbaan, geweldig pretpark en een mooie omgeving aan de Rijn. Boek nu op woendelandkalkar.eu, de beste deal. Weekendtopper bij Kruidvat. Alleen dit weekend alle make-up van Max Factor, Rimmel en Sally Hansen 1+1 gratis. Daar moet je heel snel bij zijn. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Een verblijf bij Woendeland Kalkar doet wonderen. Boek nu op woendelandkalkar.eu. Zonnebrand? Check. Slippers? Check. Handdoek? Check. Renault? Zomercheck. Want als je die laat doen, ben je de hele zomer onbezorgd op weg. En krijg je tot wel 70% korting op de leukste uitjes. Zoals Juliana-toren, Archeon, Dolfinarium. Bovendien is de zomercheck gratis als je lid bent van MyRenault Plus. Check de voorwaarden op Renault.nl. Check. Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostend op Dij. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Amsterdam-Zuid is vannacht een bestelwagen uitgebrand. De politie gaat ervan uit dat het busje is gebruikt als vluchtauto na de schietpartij in de wijk De Pijp gisteravond. Volgens de politie was dat een liquidatiepoging. Aan het begin van de avond schoot een man in een horecagelegenheid op een groepje mannen dat daar zat. Een van hen raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Een tweede man werd in zijn been geschoten en een derde in zijn schouder. De schutter ging er vandoor in een bestelauto die nu dus waarschijnlijk is teruggevonden. Het Openbaar Ministerie heeft meer aangiftes binnengekregen tegen de 32-jarige Leidse waterpolocoach Koen P. Hij werd al verdacht van een verkrachting en van ontucht met twee minderjarige waterpolospeelsters. Waterpolo en zwemvereniging ZVL 1886 is op de hoogte gebracht van de aangiftes die net als de eerste in de zedensfeer liggen. Hoeveel aangiftes het zijn heeft het OM niet bekendgemaakt en ook niet van wie ze afkomstig zijn. Koen P. werd in juni aangehouden. Major Marco Kroon mag geen opening van zaken geven over de missie in Afghanistan in 2007, waar hij naar eigen zeggen werd ontvoerd en daarna zijn gijzelnemer doodde. Volgens minister Bijleveld van Defensie is dat staatsgeheim en dat blijft het ook zo wat haar betreft. Gisteren zei de advocaat van Kroon dat de major toestemming zou moeten krijgen om zijn volledige verhaal te vertellen. Alleen dan kan hij alle twijfels rond de situatie wegnemen, denkt de advocaat. Het Openbaar Ministerie onderzocht het afgelopen half jaar of het verhaal van Kroon klopt, maar kon geen aanwijzingen vinden voor strafbare feiten. Op het Spaanse eiland Mallorca is een Nederlander overleden nadat hij was aangevallen door 5 jongeren. Volgens Spaanse media is het slachtoffer een man van 34 die met familie op vakantie was op het eiland. Hij zou rond 5 uur vanochtend in elkaar zijn geslagen bij een tankstation. Daar werd hij bewusteloos gevonden en later overleed hij in het ziekenhuis. Het weer. Bijna overal geregeld zon, alleen in het noorden kunnen vanaf zee wat wolken binnendrijven. In de rest van het land ontstaan er wat stapelwolken. Aan de kust is het een graad of 22, landinwaarts 27. Dit was het NOS Journaal. Aas is het 12 uur van Noordervien Live. Natuurlijk met een heel soort muziek, maar ook met mooie verhaal. Graag gedaan, Alex. Hey, wist jij dat Lotto elke werkdag 5000 euro vakantiegeld weggeeft? 5000? Oh, kan ik eindelijk naar Tokio? Tokio? Ik ga liever gewoon naar Frankrijk, hoor. Ja, gaat ieder jaar naar Frankrijk. Ja, maar niet 12 weken achter elkaar. Ah, voilà. Ook lekker lang weg deze zomer? Maak in juli elke werkdag gratis kans op 5000 euro vakantiegeld. Ga naar lotto.nl/vakantiegeld. Laat je lot niet liggen. Lotto. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Stella introduceert
De nieuwe Vicenza Steps. Een prijswinnaar. Nu nog rijker uitgerust met onder meer een krachtige middenmotor. Benieuwd? Kijk op stellafietsen.nl. Op zoek naar een heerlijke geur? Bij Issy Paris Excel helpen we je graag. Nu 25% korting op bijna alle geuren. In de winkel of op issyparisexcel.nl. Maak nu een proefrit op de Stella Vicenza Steps in een van onze e-bike testcenters. Vanaf september gaat, het is triest maar waar. De BPM omhoog, dus dokken maar. Dat is balen, echt verschrikkelijk zo naar. Maar Fiat wist ervan, en er staan auto's voor u klaar. Een grote voorraad vol geluk voor het oude BPM-tarief. Een waanzinnig extra voordeel. Dankjewel en alsjeblieft. Ontvang tot en met 31 augustus op alle voorraadmodellen met het lage BPM-tarief tot €4000 extra voordeel. Kijk op Fiat.nl. Fiat, standaard met een glimlach. Het is weer vrede midden, maar het weekend varen door. Bij noordenwind beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zit maar plat van die tv. Van hier tot Fjouwer, Willem de Vries, je radio premier. Welkom bij Twaar Oerlewer van het muzikale dwarsplein van Friesland Noordwien Live. Ze nemen we het Ekwol. Nog twaalf keer voor de Simmerstap Juurt. En ik na je weken. En dan geven we even op vakantie. En dan komen we zo'n september weer om. Maar natuurlijk een heel soort leuke neskerige mensen uit de muziek verhoort. Soms door het ek wat breder. Maar al je mensen uit de poëzie. En Juurt hebben we bijvoorbeeld ook nog een schreeuwer te gast. Simon Fuiker. Komt krijg binnen. Hij gaat praten over vriendschap. Hij had er een boek geschreven. Maar hij wilde wat meer mij. Dit alles en nog volle meer, in ieder geval dit oren. Maar Jeanette Westerbring, Jenijsmie, die had een vereniging, een pluk en play. Daar ben ik tussen een 4000 muzikanten bij ons sluiten. En ja, eigenlijk heel ideaal, want jullie vragen geen boekingsfee, geen geld. Gewoon mensen bij elkaar brengen. En spelen dus. Ja, wij vragen geen geld. We zijn een non-profit organisatie. Maar we hebben natuurlijk wel heel veel kosten. Ja. Want zo'n app, nou, ik ga geen bedragen vertellen. Maar dat loopt best wel in de papieren. Bij ons werkt het eigenlijk zo dat als een artiest heeft opgetreden. Die wordt rechtstreeks door de opdrachtgever uitbetaald. Maar achteraf doen ze een donatie terug aan de vereniging. Okay. En de hoogte van het bedrag staat je vrij. En daar draaien wij op. En de meesten doen dat ook wel? Of? Nou, verbazingwekkend. Van de laatste 1000 optredens waren er 2. Eentje die had een geldprobleempje. Ja, en ja. De ander die was het gewoon vergeten. Maar voor de rest echt heel trouw, heel tof gewoon, ja. Dus echt wel een soort saamhorigheidsgevoel eigenlijk. Het is voor en door artiesten. En het is ook verzonnen vanuit een mindset, vanuit een muzikant. En niet vanuit het bedrijfsleven. Straks gaan we over een app, jullie app, praten. Want die hebben jullie laten ontwikkelen. Maar eerst even naar vanmiddag. Want ja, jij kijkt hier rond en je hebt met iedereen hier contacten. De helft van de muzikanten ken je inmiddels ook? Ja, ja. Ook via de vereniging? Of, ja, ik ken Bas van de vereniging. Ja. Remco, Alex heb ik al heel lang op Facebook, maar nog nooit live gezien. Dus ja. Het is best wel een leuke reunie vandaag. Ja. Nou, het lijkt wel dat ik het met opzet zo heb geregeld. Maar leuk, het is veel bekende mensen die in ieder geval snappen dat die vereniging voor jullie maar één ding is. En dat is lekker spelen, dus mensen een podium bieden. Hè? Ja, muziek verbindt. Hoppa. Ja, goede zaak. Anno 2018. Goed, straks praten we over de app die zij dus met de vereniging ontwikkelen had. Maar ze neemt hem allemaal even. Bas. En Bas had een mooie hoed op. En die is al met een heel soort bands hier in de studio West. Ja, dit is mijn tweede. Ja. Ja, dus het valt. Voor mijn gevoel ben je met heel veel bands hier. Ah, nee. Ja. Ja, stel even de heren voor. Want jij heet Bas. Ik heet Bas. En deze knappe man met de hoed op is Jan. Deze knappe man zonder hoed is Ad. Deze man met knappe pet. Nee, dat bedoel ik niet zo. Is Roel en daarachter zit Emiel. Ja. Emiel Oortlouter, zo maak ik het voor zes. Ja. Ik mijn vriend zien die praten ook, hè? Ik heb werkelijk geen eventje gezegd. Nee. Nee, dat is, ja. Nee, maar ik zag een post gisteren op Facebook. Ja, dat je moest ik nou niet of wel Fries spreken? Nee, niet. Nee. Ja, Emiel wil heel graag in het Fries, maar bij mij kom je niet heel ver. Ik zal aan een pateren met hem doen. Ja. Dat is goed, joh. Hey, je een relatief jonge band, dit. Nou, qua leeftijd valt het mee, hoor. Ja, nee, maar ik bedoel qua bestaan. Qua bestaan. Het toe. Ja, ik denk een maandje of 5 nu. Ja, dus. Met welk idee bij elkaar gekomen? Muziek maken natuurlijk, maar...
Soms tref je elkaar omdat je een bepaald soort muziek wil maken. Soms tref je elkaar om met een bepaalde ambitie waar te maken. Ambitie, ja. Maar nadat mijn vorige bandje gestopt is, Victor's Village, waar we hier ook mee hebben gespeeld. Toen was het voor mij eigenlijk na een maand dat ik dacht, ik wil een nieuwe band. En eigenlijk zijn we zodoende een beetje bij elkaar gekomen. Via social media en via. En nou staan we hier. Jullie gaan even laten horen wat jullie precies willen met de muziek. Ja. Eigen nummers, covers? Eigen nummers, ja. Al heel veel? Of, want het is maar net, eigenlijk zijn we nog maar net bezig, hè? Ja, ik weet eigenlijk niet. Hoeveel liedjes hebben we? 8, 9, zoiets. Maar vandaag in ieder geval 3. Ja, en dat komt helemaal goed. Welke is de eerste? The Storm. Live in Noorderwin! Come walk in me and talk to me.
storm will come one day. Paradise Parade, Hewitt's live in Noorderwien. En straks doen ze nog twee nummers live hier. Ik praat nog even terug met Laurens Verhooyen. Hartstikke bekijkt in het eerste uur. Ik al even optreden achter de vleugel hier. We zitten midden in de fossielvrije weekend. En hij komt krijgt mijn cd, jongen. En heel Friesland staat op de kop in verband met fossielvrije weken. Iedereen probeert zoveel mogelijk het milieu te sparen. En daar heb jij een cd over gemaakt. Ja, toen al, ja. Die heet Dichter bij Water. Ja, en wanneer is toen? Toen water dus. Nou, een jaar of 15 geleden, hoor, ongeveer. Ja, ja. Toen was het nog geen item. Nee, maar bij jou wel? Bij mij wel, ja. Omdat ik, ja, ik vind het voor iedereen, jong, oud, gezond of ziek, er moet een schone omgeving zijn en vooral schoon water. En met die gedachte is dit initiatief genomen om die cd uit te brengen. Ja. Het gaat eigenlijk over watergebieden, oppervlaktewater in Nederland. Ja. Wat een verhaal. Grappig, want je had hem ook nog even meegenomen. Mochten we nog tijd hebben vanmiddag, dan draaien we er nog even een nummer van. Hoe componeer je dan zoiets vanuit dat idee? Ga je dan zitten en doe je je ogen dicht? Nou, ongeveer. Kijk, het begint met een idee. Je moet eerst een plan hebben. Ja. En de idee is het begin van het plan. En dat ga je dan bedenken, uitwerken, met mensen over praten. Ja. Aantekeningen maken, dingen opnemen, erover lezen ook. En dan kom je in een hele boeiende wereld van communicatie over natuur en mensen. He, dus die twee items die spelen de hoofdrol bij dit project. Actueler dan ooit, kun je wel zeggen momenteel. We gaan even naar twee projecten voor jou toe. Mark Endhoven is een zanger die regelmatig langskomt. Fantastische stem heeft hij trouwens. En daar doe je wat mee in het kader van Laurens Verhooyen en Friends on Tour. Hè? Ja, wat ga je doen? We zijn bezig met een... We zijn al bezig? Ja, we zijn al bezig. Ja. Je gaat natuurlijk repeteren, je gaat praten, je gaat dingen uitwisselen. Maar het project heet Van Italiaanse Opera tot Amsterdamse Jordaan. Opera, dat is volksmuziek, hè? Dat zijn volksliedjes, dat is de Jordaan ook. En we hebben die twee entiteiten bij elkaar gebracht om daar een mooi programma van te maken. Ik ben dan Verdi, verkleed als Verdi, komt dus in de Jordaan aanlopen bij een cafeetje. En dan raak ik in gesprek met de mensen. Dus in een tijdscapsule ben ik van 300 jaar later in Amsterdam gekomen, nu. En we gaan praten hoe we muziek moeten maken, wat dat betekent, wat de teksten betekenen, wat de onderwerpen waar het over gaat. Dat is opera en dat is ook de volksmuziek in de Jordaan. Prachtig. Gaat zingen, niet gaan spelen. En theaters, wat ga je doen? Ja, nou kijk, het is zo leuk. Je kan in Nederland een keuze maken tussen plekken waar mensen komen en ze het ook waarderen. Ja. Dus dat zijn theaters, maar het kan ook gewoon de buurtcafé daar in de Jordaan zijn. Ja. Of ergens in Friesland. Ja, absoluut. Ja. Niet te vergeten. Ja. Ja. Laurens Verhooyen en Friends on Tour. En dan gaan we gelijk naar het volgende. Want ik zag laatst een prachtige documentaire serie over De Vecht. Dat is een hele mooie streek. Ja. Volgens mij heel veel oud geld en een hele dure huis. Dat klopt, ja. Ja. Ja, ja. Woon jij daar ook of niet? Ik woon er ook, ja. Ja, nee, het is hier gegund, hoor. Maar we gaan het niet over jouw spaargeld hebben. Maar wel dat je daar concerten geeft, hè? Zomerconcerten. Ja, dat klopt. Er staat een koetshuis aan De Vecht. Dat is van het heet de stalhouderij Zadelhof. Het gaat over paarden en koetsen en mij dan, hè, want ik speel daar. Ja. Dus de mensen die gaan een rondvaart, zetten hun eerst hun auto daar neer. Ja. Het is heel mooi, landelijk, ruimte genoeg. Ja. Komen op een prachtig boot, varen over de weg, krijgen een lunch. Ja. Zien de mooie huizen, praten met elkaar, genieten van de natuur en de cultuur. Ja. En komen dan terug voor het hoogtepunt van de middag. En dat ben ik. Leuk. Ja, toch? Wanneer begin je? 18 en 25 juli. Ja. En ook in september, augustus zijn er twee zaterdagen. En mensen kunnen dat bestellen via de ANWB. Oh, mag ik wel zeggen. Oh, ik ben gold member dus. Oh, goed. Of platinum of zo. Yes, ook weet ik veel. Ik krijg altijd zo'n kaart binnen. Ja, nou ik ook. Ja. Oké, okay, goed. Dus dan kunnen ze gewoon even aanklikken. En dan met een flinke korting. Okay. Prachtig. De middag van hun leven beleven. Okay, ja, ja. Ja. De zomerconcerten, Laurens Verhooyen. Nou, dat lijst hebben we net zijn vanwege de reclame. Wel, dat in ieder geval de boeking is via de ANWB. Dat is wel mooi trouwens. Vier concerten dus, varen op De Vecht. Prachtige omgeving. Geen discussie over mogelijk. Geweldig. Ja.
Ik hoop je hier weer eens te treffen in deze studio. Ik ook, Willem, want het is de eerste keer, maar hopelijk niet de laatste keer. Wat mij betreft ook niet. Goed zo, dat gaan we doen. See you later. Oké, okay, thank you. Succes, dankjewel. Laurens van Rooyen, heeft u een site of waar mensen informatie over u kunnen vinden nog? Ongeveer op alles wat je kan bedenken. Ja. Facebook, Instagram, LinkedIn. Nou ja, dat... Dus ook even informatie met die concerten, on tour en dat soort dingen. Klik even aan op Google en dan boem, meteen erin en dan meteen leuke kaarten bestellen. Super, huh? Dankjewel. En genieten. Goeie reis. Yes. Doe voorzichtig. Goed, ik moet even mijn goede briefje halen. Ja, Jere. Want ik ben naar een man die ik heega graag te gast haf. En ja, ik heb een feestje viert. Die in het op de vecht, Sido Martens. En werd doorstoe het feestje, Snijn? Met een nauwe grunge. Ja, mooie plak toch? Ja. Niks mis mee. Nee. En naar je cd. En een nieuwe cd, ja. Hoe volste? Weet ik niet, je 20 of zo. Zoiets, hè? Ja. Wat is het verhaal van deze cd? Alles is mono en analoog opgenomen, mijn oren, 8-sporen tape. Old school. Ja, old school. Ja, daarom heet ik monomaan. Ja, monomaan. En ik ben natuurlijk nog redelijk fanatiek, hè? Dat is ook een beetje monomaan. Ja, precies. Ja, aan de ene kant de techniek dus, maar aan de andere kant ook wel een beetje de twarde laag van deze cd, het monomane tinken. Ja, het maakt altijd maar en geeft maar terug en een beetje sa. Ja, ja. Maar ja, goed. Straks, geef we het feestje pak. Ja, maar daar is wat mee. Nee, normaal, want dan doe best artiesten, maar het mooie ding, meisje. En dan kan ik daar weer uitnoegen. Ja. Dat is het cirkeltje. Okay, ja, oké. Okay. Ja. Straks praten we het feestje, want daar is het meest uitnoegen. Jan de Vries zal onder oren optreden, maar nog volle meer. Dus het hoe en wat komt aan, ze nog wel even. Maar ik wil je toch vragen om het eerste nummer te spelen. Ja. Welke keer is het waar? Krijger heet dat. Over oorlogen, hè? Ja. En het gaat ook echt over een actuele oorlog? Nou, net actueel, een oorlog in het algemeen. Hè. Dat, ja. De mens kent altijd maar iets in zich dat. Oorlog voeren, maar alleen maar strijden. Wij zijn rare wezens. Rare mensen, rare mensen. Ja, maar aan de horenkant. Nee, maar de rest is een beetje vreemd. Ja. Dames en heren, bij deze, Jim ben Ollie vreemd, wij net. Live in Orwin, Sido Martens. Alle oorlog uit de man, en hij weet niet wat hij moet. Spoel de waanzin uit zijn hoofd en vergeef hem al dat bloed. Laat hem turen over het land daarin hem gloeit. Laat hem voelen aan de grond, waar de vrijheid diep. In boeit. Alle doden uit een man, laat hem zien wat liefde doet. Zing het haten uit zijn hart, streef met woorden zacht van moed. Haal mannen uit de dood, heel hun wonden puur en naakt. Laat ze proeven van de wind, die honing zoekt naar vrede smaakt. Prachtig. Ze kennen van mij, Sido Martens, mijn mooie liedje Veskes. Had er ook heel liedje opnam, dus monomaan. CD wordt dus komende snijden een beetje presenteren mij nog een aantal oren muzikanten. Hoe bist van deze CD zitten hier? Met gewoon screwen en we sjoerst wel? Of echt met een bepaald idee? Nee, net maar een bepaald idee. Er komt altijd van alles wel. Dat klinkt een beetje blasé, maar het is gewoon wel zo bij mij. Nou ja, dat is... ja, en dan komt dit er weer uit. Ja. Ja, en ik heb hier opgesloten en ik heb een kern op Hiddema Staten. Ja. Dus ik me opsletten. En ik ben toevallig aan die orde spullen weer kamer. Die bin van mij West, die heb ik ooit verkocht aan Peter Stokman in Frenchier. En die deed er niks meer mee. En heb ik ze weer omkocht. En Walter Tramp, die kist ook wel. Ja. Die had alles gereviseerd en opknapt. Ja. En dan heb ik er, ja.
Geweldig, man. Ja, leuk. Ik wil leuk dat Walter Trempen hier dat weer opdoekt. Ja, nee, maar ja, dat is een analoge man natuurlijk. Ja, ja, absoluut. Analoge goeroe van Friesland. Ja. Jammer dat het stopt is. Ja, dat, nou, inderdaad. Ja, dat is gelijk in. We praten straks even verder. Ik wil straks ook nog vragen om nog een trainer te noemen. Hij is nog een twaalf eventueel? Ik heb nog wel een twaalf. Ja, ik zit even naar de klok te loeren. We hebben wel even tijd nog. Oh, hebben we nog even tijd? Ja, ja, ja. Doe eens wel altijd de haars hier. Hè. En dan doen we straks het verhaal nog even hoe snijden Mickey. Maar we zoeken welke kerspielen, worstpielen? Dat heet grond, groen in het Fries. En dat is op zich wel mooi, want het is wel heel bot. Maar Maidwana natuurlijk, ja. Maar u is hier en straks wat. En de polarisatie, de Friesen, de graaide vogels en de predatoren, neem het alleen maar op. Maar in de basis natuurlijk, dat is dus groen, hè, en dat moet er zinnig op wijzen. En zonder me u te spreken hoe voor of tien, maar ja, dat moet er koesteren. Kopje erbij. Ieder, ja. Ja, maar verstaan en verstaan om mijn jongen, denk ik dan. Hè. Dat ben ik wel mee eens, absoluut. Ik lig op een buik en ik ruik aan de grond. Deze grond die me lief is, met mijn neus in het gras, mijn ogen stijf dicht op de grond die me lief is. Koel op mijn hart, warm in mijn hart, deze grond die me lief is. Ik vertrouw op je kracht, je stille verzet, deze grond die me lief is. Maar trouw voel ik om me heen, van kop tot teen, adenjas waar ik in pas. Op het strand, op het land, steeds voel ik de band, deze grond die me lief. Nu de winter weer gaat en de lente toelaat op de grond die me lief is. Als het komt in mijn hoofd, ik de reden niet zie, troost de grond die me lief is. En ik wortel hier diep, vind toch weer de rust op de grond. Sino Mattes, Aas is nog een noemer en praten van Goer Monoman, de nieuwe CD die hij dus Nijn presenteert. Heel kwart even met Jeanette, want straks geven we nog wat uitgebreider praten over de app. App, ja, het hoort erbij, hè? Zonder app geen bestaan tegenwoordig. Nee, lekker modern meedoen. Heel kort, en dan gaan we het straks even verder invullen. Wat is dat voor app die jullie hebben laten ontwikkelen? Dat is een app voor muzikanten en mensen die muziek zoeken. Ja. Als je hem downloadt, dan kan je kiezen van ik ben een artiest of ik zoek een artiest. Ben je een artiest, dan zie je alle aanvragen van optredens voorbij komen waar je op kan reageren. En zoek je een artiest, dan krijg je alle profielen van mensen die zich aan hebben gemeld. En dan kun je mooi kiezen wie er bij jou komt spelen. Ja, ja, dus voor festivals, zalen, maar ook privéfeestjes en wat dan ook. Als je dus live muziek zoekt, dan kun je bij die app gewoon downloaden. Ja, dat gaat echt van begrafenis tot feesttent en alles wat ertussen zit. Zo letterlijk wel. Voor ieder feestje. Wat een avontuur lijkt mij dat. Want ik weet dat app ontwikkelen, dat is een leuk idee. Ja, leuk idee. Heel veel werk. Zweetdruppels. Ja, ja, heel veel inlezen. Ja. Vooral voor een digibeet als mij was het best wel lastig om dat allemaal te... Wat zijn jullie met appontwikkelaars bezig geweest? Ja, universiteiten, appontwikkelaars. Ja. Wat werk.
Ja, maar echt, het resultaat mag er zijn. En ja, we hebben nou ineens een heel mooi systeem. Ja. We gaan er straks schaamteloze reclame van maken, want ik vind het een leuk initiatief. Zeker voor muzikanten, daar ben wij voor als programma Noorderweer Live. Maar eerst... Het Nice. Joehoe! Met deze aanbieding wordt je mond pas echt gezond. Nu bij Kruidvat alle gummondverzorging 1 plus 1 gratis. Die aanbieding gun je iedereen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Sokkenbalje, het nije bannerprogramma van Omroep Friesland met zelfs van u te kemer vragen hoe gesteld worden. Zeg, hoe laat begint die poppenkast voor jou eigenlijk? Nee, het is geen poppenkast. Het is van alles wat. Kening, het en Harry Hassen. Wit wat. Tonken, witboelen, het loof van Efkes. Kik, ik het doe ze. En voor toch niet in het Fries, hè? Ja, vanzelfs. Hartstikke leuk. Voor de band. En het wordt als de oeren. Op uw Frieske televisie. Sokkenbalje. Hoppa! Skoda is al jarenlang official partner van de Tour de France. Ja, sinds 2004. Precies. En net als elk jaar helpt Skoda niet alleen de renners vooruit, ook de rijders. Met tourvoordeel op bijna alle modellen. Dat kan behoorlijk opklimmen tot ruim €9000 op de Skoda Superb. Kijk voor al het voordeel en de actievoorwaarden op skoda.nl. Of fiets deze zaterdag even langs de dealer. Tourvoordeel van Skoda. Simply clever. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €500 per persoon. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Aze Strog, mij Noorderweer Live. Onder andere met een optreden van Grutte Geert. En natuurlijk de band de Vrees. Frieske Grainger Band Paradise Parade. Maar is dat nice? Mij, dit is hij. Een man uit Samar had 80 uur een werkstraf gekregen. Omdat er in april in Dracht een agressief iets in een plisjevrouw. Hij nam haar in een wurggreep. Dus maar daar wie een feest in te uitzet. Uit Lulkes vernielde de spiegel van een bestelbus. En dat wie voor de politie reden om de man om te spreken. Hij pakte door de politievrouw bij de kiel en uit beide op een groen voel. De vrouw kon bevrijd worden door beveiligers. Jonker dat de man een werkstraf kreeg, mat er de politievrouw ek €400 smette hield betalen. Maaiwerkers van Vitens die staken man die voor een betere cao. Zo'n 100 werknemers van het wetterbedrijf uit Ljouwert, Zwolle, Arnhem en Utrecht komen dan bij elkaar in het haatkantoor in Zwolle. Het personeel had zien nog, omdat er nooit goed en hier onderhandelen nog altijd net een nieuwe cao leidt. De maaiwerkers eerst een leensvereniging van op zijn minst 2,5%. Klanten van Vitens die hoe net benauwd te wezen voor een acuut wettertekwad, want wetterbedrijven die de wettelijke verplichting om wetter te leveren. Beste wolwezensorganisaties die Fjochtje Joet op Skiemoens Eget opsluiten van een Wanne-on op het Kallemooi feest. Bij dat feest zit een Wanne 3 dagen lang op 20 meter hichte in een koer. Beste mishandeling is dat, zei ze, de beste organisaties. Maar even de gemeente wordt er goed op de Wanne post en krijgt de organisatie van het Kallemooi feest terjochte een vergunning. De bezwerencommissie van de gemeente die boegt om nou de zaak. Mocht die de gemeente geliek, Jan, dan kan de beste wolwezensorganisatie stak om hier naar de rechter, want er wel een vergunningsaanvraag komt, zou het verslag jouw Arjo Bootsma. Dan is ze van oké, dit vliegtje we aan. En dan krijg je een beetje hetzelfde als ik wat mooi het lip als ik in bad was zelfs. Dat er een gang is in de richting van de Raad van State, in de richting van de rugbank, om een besluit te vragen van de rechter van is dit... Kind dit, nevens de wet, mooi dit, is het acceptabel? En dan zal er een oordeel komen. Dat is dan het vervolg. De stormruiter zal eind dit jaar te zien wijzen bij Omroep Friesland. Voor de registratie van het theaterspektakel werkt het Omroep Friesland geer mij Omroep Max. Het verhaal van de stormruiter gaat door de eeuwige street van Nederland in het wetter en de bijzondere ontsteenskietnis van het Friesk Hiensterras. Dat waar dan. De loft is broen, maar de zinnekinderen erbij komen. Er zit een matige wat westelijke wien en het is een gratis 21. Morgen hebben we aardig wat zinnen, maar dan kan de loft ook wel weer eens wat berinnen. En dan met het 23 graden. Ho, dat is al de 8e zinbal in deze partij. Ja, dat is Keertsen in Friesland. Wij is erbij. Sneun, 14 juli, dames en heren Haatklasse Troggelcollege, alle woorden, makkem. Snijn, 15 juli, heren Haatklasse Vrije Formage, Olve Oeren Ljouwert en Dames Haatklasse Vrije Formage om Olve Oeren Isentanne. Zorg ik op knkb.nl.
Dankzij BVN kan je echt overal naar je favoriete tv-programma's kijken. Je hebt ontvangst van hier tot Tokio, Japan. In een afgelegen dorp in Boring, United States. Zelfs in the middle of Nowhere Island, Canada. Kijk in het buitenland naar het beste van de NPO online via de BVN-app en satelliet. Meer info op bvn.tv. Gratis, zonder abonnement. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken door Langhenkel Detachering. Daar zijn ze weer, de bouwvakhelden van Formido. 50 veelgebruikte klusartikelen voor extra scherpe zomerse prijzen. En deze week 20% extra korting op één product naar keuze. Voor voordelig klussen ga je naar Formido. Kijk op formido.nl voor de voorwaarden. Blokker weekendalarm. Professionele wipers opgelet. Huggies All Over Clean Baby Wipes, 10 pakjes nu 7,50. En elektrische vliegenmeppers, nu maar 1,50. Alleen in de winkel, op vrijdag, zaterdag en zondag. En op is op. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Blokker heeft het in huis. Zonnebrand? Check. Slippers? Check. Handdoek? Check. Renault? Zomercheck. Want als je die laat doen, ben je de hele zomer onbezorgd op weg. En krijg je tot wel 70% korting op de leukste uitjes. Zoals Julianatoren, Archeon, Dolfinarium. Bovendien is de zomercheck gratis als je lid bent van My Renault Plus. Check de voorwaarden op Renault.nl. Check. Op zoek naar een heerlijke geur? Bij Issy PreXL helpen we je graag. Nu 25% korting op bijna alle geuren. In de winkel of op isiperiexcel.nl. En wij gaan dus terug bij Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat doet dus te kijken, nou, je bent eigenlijk langskomt. Je bent eigenlijk nog jip onder het ontwikkelen van nieuwe nummers, crewen dus. Maar wel fanatiek, weet ik. En ze maakt zich mooie nummers, Paradise Parade. Hoe vaak komen jullie bij elkaar? Zit je het hele week in oefenhok of hebben jullie een vaste oefenavond? Nou, dat gelukkig niet. Nee, we repeteren. Zijn grenzen. Ja, dat kan niet. We hebben ook nog een leven. Ja. Nee, maar dinsdags repeteren we. En we zijn net bezig met de plaatopnames. Dus we zijn wel de afgelopen twee weken, anderhalf week wel heel veel bij elkaar. En vanavond mogen we spelen in de Neushoorn. Ja. Dus dat wordt wel... Wat voor feestje wordt dat? Ik denk leuk. Ja. Met nog één band, geloof ik? Ja, en nou, ik schaam me dood. Emiel, ik weet die naam niet. Ik mag toch met Emiel praten? Oh, ja. Want jullie zo Friesk pruttelen. Dus dan ga ik even een smoes op naar Emiel te gaan. Dag Emiel, jongen. Hoe is het? Ja, best. Praten we nog Friesk of Liefwaarders? Nou, we gaan het proberen. We gaan het proberen. Ja. Leuke club muzikanten zijn, man. Ja, heel mooi. Ik ga toch in het Nederlands. Ja, dat mag je. Ik moet echt nadenken, we schakelen. Ja, ja, heel leuk. We zijn een geweldige plaat aan het maken. In een school in Wildervank, waar Bas woont. Okay. Kunnen we zitten. Okay, is dat een geïmproviseerde studio of is dat echt een verse studio? Weet je hem dan in werking? Nee, het is een studio die ik voornamelijk. Dus jullie zeggen, ja, we zitten elke dinsdag aan bij elkaar. Nou, zij zitten elke dinsdag aan bij elkaar en ik ben een plaat aan het produceren. Dus ik ben heel veel. Mag dat zootje een beetje organiseren? Is ook wat oneerbiedig, ja. Maar ik ben er heel veel mee bezig geweest de afgelopen week, laat ik het zo maar samenvatten. En het wordt heel mooi. Dus het is een full-length album voor een doos? 6 liedjes, zoals het nu lijkt. Een soort van EP. EP, ja, en we gaan zien wat het wordt. Maar er staan een paar mooie liedjes op. Als producer, haast de platen nice, denk die sound wil ik halen, of haast het zelf wel in de holle, hoe werkt dat? Of is het de proto-oerlisten met de jongens? Dat sowieso, het laatste, maar er zitten wat Sabia invloeden in, okay. Wat we heel mooi vinden. Bas is van The Killers en Brandon Flowers heel erg, dus daar komen we wel een beetje bij uit. Yeah. Dat zijn grote voorbeelden, maar ja. Wij zijn Paradise Parade uit Groningen. En gewoon een hartstikke leuke band. En ik ben blij dat je hier van Mickey binnen. En je kent natuurlijk wereldberoemd worden. Dat toch? Het zou zomaar kunnen, ja. Ja. Ja, ja, je begint te jeren. Ja, zo is dat. Ja. En in een squalle ergens in Grange. Ja, zo is dat. Ja. Even serieus. Plaatmeidje dus, lekker spelen. Ja. En machine, hoe vind je hem komen? Ja, dat is het begin. Ja. Ja, we gaan het zien. Welk noem ik game doen? Light It Up. En die Frieske spreekt me, ja? Ik moet er even delen. Ja. Dames en heren, live in Noorderwind. I miss the winter when I'm here. I said goodbye, don't be afraid. Don't try to fix me, I'm not broken. Try to find me, I'm not there. All of the memories in my head keep me awake while I'm asleep. Drawn till the emptiness called silence, like a moth into a flame. Light it up, shake it up.
miss the winter when I'm here. I said goodbye, don't be afraid. Don't try to fix me, I'm not broken. Try to find me, I'm not there. All of the memories in my head keep me awake while I'm asleep. Drawn till the emptiness called silence, like a moth into a flame. Try to find me, I'm not there. Yeah. Ja, fantastisch. Paradise Parade. Straks doen ze nog een nummer. Mooie popmuziek in deze All-Living van Noorderwind Live. We gaan nog even met Sido Martens praten, want komende snijden dus de cd-presentatie van Monomaan. Ik lees voor de meesten niet de beeld bij haar. En van de radio lees ik het even uit. Een mooie poster zien. Er staat een prachtige mooie BM op. Dat is een foto. In de Boomgaat mini muziekfestival en cd-presentatie Sido Martens. Gasten Annemarieke Koenders en Jan de Vries. Ja. Toeval, denk het net, hè? Nee, dat is niet een toeval. Nee. We meestal direct maar Spiri en dat vind ik gewoon een leuke muzikanten. Ja, en Annemieke Kiffer van Yggdrasil. Ja, van Yggdrasil, ja. En wij treden een keer op. En ze zingt op Mise deze wel maar af en toe. Net op dit toevallig. Ja. En Jan de Vries natuurlijk een geweldige beeldje, hè? Ja, een fantastische singer-songwriter, neem ik hem maar even. Ja, dat vind ik ook. En ik krijg al die mooie mailtjes. Dat is altijd keurig in beelds. En ja, dat is geweldig. Leuk, hè? Hoe hij trouwens J.J. Cale in beelds die hij had. Ja. En dat hij van de erven van J.J. Cale daar reactie weer op kreeg. Ja, mooi. Die deal dat ik op de website van de late great JJ. Waar, hoe let, wanneer, hoe duur, et cetera. Nou, duur is net wel, nee, kost niks. Daarom. Laten we daar maar beginnen. Vergees. Ja. Vergees voor niks en gratis. Ja. Maar op Hiddema staat er in Hempers, dat is een boerkerij, een camping en een stalhouderij. En 3 uur begint het tot rond 4 uur rond taal ongeveer. Kun je gewoon melden? Ja, dan kun je gewoon komen. Ja. Het wordt hartstikke mooi waar, ik ja. Dus wat wil je nou nog meer? Eén vraag. Ik zocht op de affiche het culturele Haatstedt logo, maar dan een streep erin. Ja, nou ja, kijk. Maar even uitlezen. Dit hier is er echt nog wel eens iets georganiseerd dat net in het kader van LF 2018 is. Okay, en dat is dit dus. Dat is een beetje de boodschap van dit. Eerste evenement wat de boeten valt. Toch weer dwaas, hè? Ja, altijd dwaas. Heerlijk. Ja, nee, daar hok ik van. Ja, net dwaas, maar dwaas is er wij dan in woorden. Ja, dwaas. Oké. Okay. Ja. Mooi, man. Ik vond het leuk dat je er best. En ik hoop dat je gauw wegkomt bij je volgende cd. Dit is in ieder geval een redelijk oldschool opname. In de boom gaat nogmaals, komen de snijden met je kaartjes. Hoe is net de cape in? Dus gewoon melden. Hiddema staat er. Hempens. Hapjes en drankjes gratis te janken. Ach, er maakt gewoon vol erin, jongens. Vanaf 3 uur. Hey, Woodstock wordt het. Rock'n'roll. Ja. Sido, dankjewel. Ja, graag dingen. Hartstikke mooi, man. Hoe vaak treed jij zelf op, Jeanette? Niet meer. Nee? Nee. Why not? Geen tijd meer. Nee, echt niet. Geen tijd meer voor? Nee, het was gewoon ook begonnen omdat we zelf meer wilden spelen. En dat doel zijn we een beetje voorbij geschoten. Ja, precies. Ja.
Heb je de hoop, de ambitie om dat weer een beetje terug te halen? Dat je straks zegt, ik heb het zo georganiseerd dat ik ook weer eens kan optreden? Ja, dat is eigenlijk wel de bedoeling. Je hebt zo'n geweldige stem. Ja, dankjewel. Ja, dit is ook grote passie hoor. Maar ja, dat een plugkind dat groeide zo hard dit anderhalf jaar. Dat werd hem gewoon niet. Tel me even als leek, dan heb je zo'n app laten ontwikkelen. Ja. Ben je dan klaar of ben je nog heel erg bezig constant om die app te updaten en te veranderen of zo? Ja, want dan denk je van nou, nu hebben we het perfecte plan en dan is het klaar. En dan vind je puntjes dat je denkt, oh dat kan eigenlijk nog een stukje beter. Dus het is een ongoing process en je blijft gewoon bouwen. Ja. Ja. En ben je nou ook zo'n soort klantencontact dat mensen zeggen dat ding loopt vast. Kunnen we dan bellen of mailen? Met andere woorden, als er heel veel mensen gebruik van maken, dan heb je het echt druk. Ja, hij is er één keertje uitgeklapt omdat het te druk was. Dat hadden we even niet zien aankomen. Dat is nu opgelost. Maar wij bemiddelen daar wel in. En er zit ook een functie op de app van je kan ons WhatsAppen. Je kan de bouwers direct bereiken als er wat aan de hand is. En dan wordt het ook zo snel mogelijk opgelost, ja. Wat kun je precies? Je hebt het al een beetje uitgelegd, maar leg nog even uit. Wat kun je ermee? Nou, als muzikant kun jij optredens zoeken. Er staan allemaal optredens in. Er staat bijvoorbeeld, hey, ik zoek een leuke band voor in een café. Het budget is, nou noem maar wat, €600. We zoeken daarvoor leuke covers of blues. En als jij als muzikant denkt van, hey, wij zijn beschikbaar en geschikt, dan meld je je aan. Is het heel erg op datum gericht dus? Ja, op datum is het gericht op prijs. Het staat heel duidelijk ook in wat de bedoeling is. En als jij gedrukt hebt op aanmelden, dan ziet de klant jouw profiel samen met de rest van de aanmeldingen en denkt die van nou, die moet komen spelen, dan drukt hij op boeken. En de rest gaat vanzelf. Verhouding is heel belangrijk, denk ik. Je hebt al 4000 muzikanten. Ja. Aan de vraagkant, de zalen, de festivals, wat dan ook. Ja. Hoe loopt het daar? Ja, het gaat heel erg goed. We hebben momenteel is het even wat rustiger, maar in september, oktober, november hebben we er sowieso weer 400 in de maand. Die staan nu al vast. En eigenlijk ook even een oproep aan de Friese muzikant, want het is hier nog een beetje schaars. Ja, nee, dames en heren, kom langs. Ja. Muzikanten gezocht. Ja, en vooral september, oktober, november hebben we veel singer-songwriters nodig en hebben ongeveer 12, 13 optredens per zaterdag hier in Friesland. Dus kom maar op. Hoe download je hem? In de App Store of in de Play Store. Apple? Beide, Apple, Android, het toetsje in Unplug and Play. En dan zie je hem vanzelf naar boven komen. Jeetje, fantastisch. Ik vind het echt een leuk initiatief. Meesken, Frieske muzikant, Marek Dreesen, die vragen naar muzikanten. Unplug and Play. Download hem van in ieder geval de iPhone en Android kin dus ek. En waar weet, haal je dan een fantastische singer-songwriter binnen. Het was mij waar genoegen. Ik hoop dat het nog groter succes wordt als het al is. Dankjewel, Willem. En snel weer zingen. Ja, gaan we doen. En ik ga even een oproepje doen via de app dan maar voor na de zomer. Zullen we het zo doen? Ja, deal. Gaan we doen. You got a deal. Goed, Jeanette Westerbrink. Unplug and Play in de App Store. Ik maak naar Geert. Geert, waar best? Ik ben hier, Willem. Waar best? Waar best? Ik ben hier. Daar ben je Geert. Ja. Collega Johan Terpstra zei, Grutte Geert had een nice single uit. Ja, klopt. En toen zeiden ze toe, hoe keek die De Vries omkeepje? Ja, hoe keek hem omkeepje? Nou, ik zei, een beetje droge was, komen we dat een heel eind uit. Ja, mooi dan. Ik rijden, we hebben de beelden nog. Ja, ik hoor je praat rijden. Hij is net van altijd trouwens. Okay. Nee. Hoe heet de single? Mooie Marianne. Oké, en komt er nog een presentatie bij? Of is het ik doe deze keer geen presentatie, denk ik. Ik denk dat er na een week op de stations MyDride en NL continu en al die dingetjes ik shirt word. Wat is het verhaal van dit nummer? Het verhaal is het nummer. Dit is nou een piraatkoffer van Duo 0611. Okay. Die kwam volgens mij, hier het Hurde Griep was die hoek, maar hier van de Waard in ieder geval. Ja. En ik heb hem in naar Jas gegooid. Okay. Ja. En doe dat helemaal zelf? Was er een verse producer bij? Ik heb een verse producer, Arjan Veeneman, AV Pro. De producties uit Kerkenveld, Hogeveen, die hoeken wij en die maken al mijn muziek. Ja. Ah, leuk man. Dus, prot op een paard nog? Ik word jong naar Winschoten. Winschoten? Ja. Hoe bleek je de Grenzers? De Grenzers, maar dan ben ik een prutte trouwens. Ja, die ben ik al los, toch? Even 12 pilsjes erin. En dan is Sam bekleed. Ja. Ik ben dan ook wel aan kent, toch? Voor mezelf, ik dat wie misschien een beetje beter. Vlinde hier, haast in het 10-jarige jubileum, hoor. Klopt, nee, dat is alweer twaaien. Of twaaien, Vlinde. Ja, ik zit nog tol van heel hier. Ja, nee, twa toen 16 had ik vergeet meer. Dan maak ik niks uit, jongen. Maar dat is een mooi feestje. Ja, dat is een mooi feestje. Ja, we hebben vier provincies gepakt en een oerlijke presentatie op toen. Maar still going strong dus? Ja, maar nou, want door de week ben ik wat bij de Heineken. Ja. Dat maakt niet zin misschien. Nee, maar zeker Amstel. Maar ik moest een groetje kwamen aan de chauffeurs van Koijker. En dan ben ik 3 dagen in de week. Dat verdoopt me best. Maar, ja, maar een mooie basis toch? Ja, en dat weekend is gewoon nooit weekend vrij, altijd weekend zijn pa. Dus ja, maar net klagen willen. Mooi leven. Nou ja, was zwier betekent. Ja. We waren een beetje ouder. Dus, ja, maar ik word helemaal hier. Dat word ik helemaal hier, zei ze joh.
Hoe heet die? Mooie Marianne. Live in Orde Winkel. Ik zag je liggen op het warme, zoele strand van Ameland. Mooie Marianne, ai, 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 mooie Marianne. Ik heb nog nooit zo naar een vrouw verlangd. Deinende golven, goudgele strand. Wind door je haren, je lijf bruin gebrand. Ik keek naar jou en jij keek naar mij. En ik dacht, jij bent het einde, jij, 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 jij. Mooie Marianne, ai, 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 mooie Marianne. Ik zag je liggen op het warme, zwoele strand van Ameland. Mooie Marianne, ai, 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 mooie Marianne. Ik heb nog nooit zo naar een vrouw verlangd. Hete vakantie, daar aan de zee. We deden alles samen. Wij met z'n twee, zezen en strelen, heel frank en vrij. En ik dacht, jij bent het einde, jij, 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 jij. Mooie Marianne, ai, 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 mooie Marianne. Ik zag je liggen op het warme, zwoele strand van Ameland. Mooie Marianne, ai, 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 mooie Marianne. Ik heb nog nooit zo naar een vrouw verlangd. Afscheid van eiland, maar niet van jou. Ik kon je niet missen, heerlijke vrouw. Kijk het naar jou, schat, hier aan mijn zij. En ik denk, jij bent het einde, jij, 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 jij. Mooie Marianne, ai, 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 mooie Marianne. Ik zag je liggen op het warme, zoele strand van Ameland. Mooie Marianne, ai, 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 mooie Marianne. Ik heb nog nooit zo naar een vrouw verlangd. Mooie Marianne, ai, 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 mooie Marianne. Ik zag je liggen op het warme, zoele strand van Ameland. Mooie Marianne, ai, 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 mooie Marianne. Ik heb nog nooit zo naar een vrouw verlangd. Even de laatste keer. Mooie Marianne, ai, 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 mooie Marianne. Ik zag je liggen op het warme, zoele strand van Ameland. Mooie Marianne, ai, 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 mooie Marianne. Ik heb nog nooit zo naar een vrouw verlangd. Ik heb nog nooit zo naar een vrouw verlangd. Gerelegeerd als je nieuwe single. Ik mag het toch even weten, Marianne. Ja, min je Ranneke. Oké, ik heb het Ranneke. Ik heb het Ranneke. Ik heb het Ranneke. Ik heb het Ranneke van mij zien. Je krijgt wat roze natuurlijk, maar ja. Nee, lid maar. Dan houden we er een mooi verhaal over. Mooie single, mooi verhaal. Nou, bedankt voor de tijd, Willem. En de meeste moet het zelf maar invullen, vind ik dat? Ja, vind ik ook, ja. Mooi, lekker flat noemen, man. Ja, toch? Ja, ja. We showen wat we rotten. Je weet het net, hè? We houden er wel van. Nou, dankjewel. Hartstikke mooi. Winschoten, hè, Zuiders? Winschoten, jong. Succes met de single. Nacht van Winschoten. Ja, dankjewel. En tot de volgende keer. Doe we, Willem. Bedankt, jongen. Dankjewel, jongen. Gretigheid. Hier te gast in Noordwind Live. Again, voor de laatste keer naar Paradise Parade. Backstage vanavond. Dat is het muziekcafé van Neushoorn. Prachtige zaal, trouwens. Met wie spelen jullie daar? Lowland Kid. Dat is een leuke, te gekke band. Die hebben we hier een tijdje geleden ook al te gast gehad. Ja, ze hebben de publieksprijs gewonnen van de Kleine Prijs van Friesland. Dus dat, ja, ik hoop dat het druk wordt. Dus gewoon komen. Ja, dat is een leuke café. Lekker vrijdagavond, feestje vieren. Ja, wij hebben er zin in. Dus nou wil ik reclame maken. Hoe laat begint het? Ah, gewoon acht uur melden. Ah. Ja, uren wacht. Acht uur melden, ja. Staat ook wel op de site trouwens. Facebook dus. Show heen op Neushoorn. Backstage het muziekcafé, zo neem ik het maar even. Dus jong optredens van 12 bands. Waaronder deze dus. Nog één, noem het erin. Welke ga je doen? We Are Kings. Live in Noordwind. Come back and find me again. I lost all hope. You show me you care. You come around to ease my mind. We are the kings. Come back and find me again. Show me your face. You show me you care. You come around to ease my mind. I am the king.
are the kings of our castle. The knights in the night. Oh, we are the kings of this brown land. Like clowns in the night. Like clowns in a fight. And find me again. I lost the hope. You show me you care. You come around to save my life. I am the king. We are the kings of our castle. The knights in the night. We are the kings of this brown land. Like clowns. Like clowns in a fight. Kings of our castle, the knights in the night. We are the kings of this crown land. Like clowns in the night, like clowns in a fight. Like kings of the night, like kings in a fight. Of the night, like kings of the night. Ja, prachtig. Wim en Eitzen zit in ieder geval in de studio en daar zullen we de resultaten absoluut over een tientje van. Ja, heb je een planning met het album of lekker spelen wie jullie zien wel? Zodra die goed en af is, of af en goed is, dan moet hij uitkomen. Luxe trouwens. Lekker hè? Ja, meestal zit je met deadlines en rekeningen die te duur worden. Nee, daarom... Valt in dit geval mee. Valt in dit geval mee. Ja. Goed jongens, als het album klaar is, of de EP moet ik eigenlijk zeggen, dan let me know. Ja, is goed. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dank je wel. Dank je wel, jongens. Paradise Parade. We gaan Aces worden heel minuut even naar de break. Ik ga eerst even naar mijn volgende praatgast, Simon Fuik. Hey Willem. Lekker bruine kop, lekker op vakantie geweest. Ja, lekker jongen. Ik heb een beetje opgewarmd voor je. Ja, hartstikke mooi, man. Ja, ik moet nog. Ik heb net geboekt, dus dat komt helemaal goed. Wij gaan het straks tussen 3 en 4 niet alleen over muziek hebben, maar ook over een thema dat jou heel veel doet momenteel. En wie niet eigenlijk, over vriendschap. Hè? Ja, en steeds meer. Ja. Prachtig. Je hebt er een boek over geschreven, maar je wilt meer eigenlijk. Hè? Ja, ik heb 3,5 jaar geleden kwam dit boek. Dat was een privéprojectje. Ik denk, vriendschap, prachtig. Ja. Maar wat er allemaal uit voort is gekomen, het kent gewoon geen einde. Ik word er helemaal gek van. Ik wil aan alles van jaren. En we doen bij deze een oproep, want wij ben ik heel benijd. Wat vindt u die mooie Frieske noemer? Hoeft net Friestalig te wijzen, maar noemer het Friesland van een band of een troubadour of wat dan ook. Die oer Freunskup Geert. Toevallig een nagelnij noemer van Johannes Riepma. En zijn bounty handels dat oer Freun Maatmeer. Ik had die even stuurd. Ja, wat een mooi nummer. Mooi nummer, hè? Mooi, eigenlijk geweldig. Ja. Ja, dat zou samen maar eens oppoppen kunnen. Dankjewel, Vest. Wij praten straks met hem dus. En we zullen nog optredens krijgen hier in de studio. Maar eerst... Het nice. Als de kleer is bij het werk. Als de beer van de opvang helst. Als het tijd is om eten te zieren. Dan is er Wijstra op wij, maar Harm Wijstra. En ik praat hierbij over de nijs van de dij. Werd het verst, je in het verkeer. En ik draai vanzelf de beste muziek. De beste ik maar best en was ik maar dost. Aasen van Fjouwer Monson. Fjouwer Monson. Wijstra op wij. Iedereen.
iedereen staat te trappelen voor deze aanbieding bij Kruidvat. Nu alle Knijp voetverzorging 40% korting. Oh, dat is genieten! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ontdek de elegante lingerie van Triumph. Nu tot 50% korting. Kom ze passen bij een Triumph winkel bij jou in de buurt. Together we Triumph. Dus die schilder komt de steiger af. Ik zeg, schildervriend, ga jij eens even lekker zitten. Wij gaan nu samen een heel erg lekker flesje opentrekken. Het hele huis in de verf voor de prijs van een paar goede flessen wijn. Met Glansgarant wordt uw huis 10 jaar lang geschilderd en onderhouden voor een vast laag bedrag per maand. Het Glansgarant onderhoudsabonnement. Kijk op glansgarant.nl. Zonnebrand? Check. Slippers? Check. Handdoek? Check. Renault? Zomercheck. Want als je die laat doen, ben je de hele zomer onbezorgd op weg. En krijg je tot wel 70% korting op de leukste uitjes. Zoals Juliana-toren, Archeon, Dolfinarium. Bovendien is de zomercheck gratis als je lid bent van MyRenault+. Check de voorwaarden op Renault.nl. Check. Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oostend op Dij. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Ook Nederlandse piloten van Ryanair willen gaan staken. Dat meldt de vakbond VNV. Ryanair-piloten in Ierland, de thuisbasis, legden gisteren voor 24 uur het werk neer voor een betere cao. Ook in andere Europese landen worden stakingen verwacht. Het is voor het eerst dat de piloten van Ryanair die in Nederland zijn gestationeerd van plan zijn te staken. Het zijn er 40. Er werken ongeveer 400 Nederlandse piloten voor Ryanair, maar de meeste vanuit andere landen. De man die vorig jaar mei met zijn jetski een fataal ongeluk veroorzaakte, is veoordeeld tot een werkstraf van 240 uur. De man van 27 overvoer op de Maas bij Wel een jongen die daardoor om het leven kwam. Volgens getuigen en deskundigen voer de man veel te hard. De rechtbank acht dood door schuld bewezen. De man kreeg verder een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. Hij moet ook een schadevergoeding van ruim 20.000 euro betalen aan de ouders van het slachtoffer. Amnesty International is geschokt door het nieuws dat politiemensen in een verpleeghuis een stroomstootwapen hebben gebruikt tegen een agressieve, demente man van 73. Volgens Amnesty illustreert dat dat de politie de risico's van taseren niet serieus neemt. Vanochtend reageerden de ministers De Jonge en Grapperhaus al geschrokken op de gebeurtenis. De politie gebruikte de taser om de man te kunnen boeien. Hij had met een metalen voorwerp een raam vernield en zichzelf verwond. In Amsterdam-Zuid is vannacht een bestelwagen uitgebrand. De politie gaat ervan uit dat die is gebruikt als vluchtauto na een schietpartij in de wijk De Pijp gisteravond. Volgens de politie was dat een liquidatiepoging. De schutter ging er vandoor in een bestelbusje nadat hij op een groepje mannen had geschoten in een horecagelegenheid. Een van de mannen raakte levensgevaarlijk gewond. Een tweede werd in zijn been geschoten en een derde in zijn schouder. De schutter is nog voortvluchtig. Het weer, zon, hier en daar wat wolken, blijft droog. Temperatuur van 22 graden aan de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Asus is het laatste oren bij Noorderwien Live en een heel soort live muziek hier in de studio. En we praten met Simon Fuik, de screwer, oer Freurskip. En daar had er ook muzikaal ideeën bij. Graag van dadelijks. All inclusive ertussenuit? Kom naar Woendeland Kalkar, net over de grens bij Arnhem. All inclusive genieten van verschillende restaurants, bars, een bowlingbaan, geweldig pretpark en een mooie omgeving aan de Rijn. Boek nu op woendelandkalkar.eu, de beste deal. Nog deze zomer op vakantie in een nieuwe auto? Het kan dankzij de snelwegweken van Volkswagen. Met voordelige voorraadmodellen die meteen leverbaar zijn. Zoals de Tiguan met een totaalvoordeel van ruim 8.500 euro, waaronder vierwielaandrijving. Alle reden voor een Volkswagen. Bekijk het voordeel op al onze voorraadmodellen op volkswagen.nl. Een verblijf bij Woendeland Kalkar doet wonderen. Boek nu op woendelandkalkar.eu. Het is prijzenfinale bij Aldi. Nu de allerlaatste stuks met kortingen tot 50%. Mode, gereedschap, tuinartikelen, multimedia en nog veel meer. Het aanbod kan per winkel verschillen. En op is op, want in de prijzenfinale moet alles weg. Natuurlijk, Aldi.
Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €500 per persoon. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras. Het is weer vrede midden, maar het weekend varen door. Maar noordenwind beginnen, ja dan haast het varrelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van hier tot Fjouwer, Willem de Vries, je radio premier. En welkom bij het laatste uur alweer van Noordenwien live op deze vredemiddag. Bij een heel soort ombouwerij op dit stuit. Ik zoek even naar mijn techneut, mijn steun en toeverlaat. Martijn, alles goed? Ja, zeker. Ja, ja. We gaan van alles omzetten. Ik zoek even naar Dolf. Kunnen wij voortrokken met de muziek om maar een clip draaien? We kunnen gewoon spelen. Gaat hartstikke mooi. Ja, hè? Ben je me tevreden? Janneke, Lise, Marije, hoi. Hoi. Waar zijn de beide heren trouwens? Nou, dat is... Wie zijn... Nee, ik pleeg het niet zo. Je wordt melig, joh. Op percussie en cajon is Sybren Hengst. Ja? En bassist is Jetse van Vliet. Hartstikke mooi. Ja. Train je hem vaak met je fjouweren op? De laatste tijd wel veel meer. Want we kwamen er wel achter dat het heel goed beviel. Met iets meer versterking erbij, een ritme en een basje. Ja. Even iets meer body. Pit, ja. Ik ga even naar Janneke. Want Janneke, ja, eigenlijk, ik moet even een bekentenis doen. Ze zijn hier een nieuwe cd uit. En dan kreeg ik een mailtje voor. En dat mailtje, eigenlijk zijn een beetje listenblum bij mij. En toen zien ze een prachtige presentatie. En het mailtje blum wel lezen en wel lezen. Totdat ik op mijn mailbox op een gegeven moment uitmeste, letterlijk en figuurlijk. Ik denk, kom maar eens even door mijn mail heen. En toen kwam ik een mailtje nog zien. Ja. En die zei, kom alsjeblieft nog eens een keer. Maar inmiddels ben we hoe vol of verder? Hij is in november vorig jaar released. Maar ik hang van die mijn naam. Oh, te kijk. Oh, ja, ja, ja. Nou. En zie ik nog gewoon ben, we willen me graag presenteren in die programma. Oh, dus ja, ik schaam me een beetje dit. Eigenlijk wie zo de eerste verdij wezen, maar helaas. Maar net minder gunt dan die. We zijn er heel trots op, onze EP. Ja, vertel het verhaal even van deze plaat. Het heet Leeft. Ja, ja. Leefde, of is het een verbastering ergens van? Ja, nou, het komt uit een veske, Hoes van Leefde. Ja. En om de zin lekker rinnen te litten, kon we net Leefdus, jongen, maar is het Leeft worden. En we zien wat... Maar we zien wat de stegelingen heen, maar een, nou ja, hoe de cd en ineens toen zei Lize Leeft. Nou, en dat is wat hij nu... Ja, we zijn, hey, dat is toch wel mooi. Dus, nou, dat ik maar hing je, Maxi. Ja, klopt. Dus, en Jetse had de voorkant, of die had het design dien. Hij is prachtig inderdaad. Twa blen, zie ik het zo goed? Ja. Ja. Besteende, of is dit een kunstwerk, is dit schilderen of... Heel conceptueel, artistiek. Ja, het ziet er prachtig uit, Maxi. Dankjewel. Ja, vind ik mooi, man. Deze plaat, hoe maak je hem schreeuwen? Veskes, zelf kreun, lijnen ze nog op een plank, speciaal van kreun? Ja, het gaat natuurlijk om de liefde. Dat staat natuurlijk helemaal centraal. Ze lagen eigenlijk al allemaal op de plank. Dus we wouden ze eigenlijk bundelen op deze plaat. Ja. Dus ja, we wouden het gewoon echt op één plaat hebben. En hebben ze nog met je vrouw als kreun of met je beiden? Of is er ook een van je twaalf die dan maar een idee komt? Nou, eigenlijk komt Janneke altijd met een tekst en ik schrijf er een melodie op. Zo gaat het meestal en dat werkt super. Ja. Ik was hartstikke tevreden. Hoe wie de presentatie? Ja, die wie prachtig. Ja, die wie. Oh, daar gaat echt wat mis. Ja, die beker met leeg. Ja, ik denk ik vrede mee. Ja. Nee, wie hele mooie presentatie. Okay. Echt hartstikke mooi. Ja. Eerste nummer even? Ja, prima. Welke game doen? Wat gaan studeren? Hartstikke mooi. We gaan stel rockers hier. Dames en heren... Ga lekker door met bouwen, maar we hebben een optreden, dus net al te veel lawaai hier, want ik wil hem graag Janneke en Lize Marije vaststellen, live in Noordenwien. Het siepen zonder dij. Zal lees ik hier
naast om rest, maar kind net sliepen. Twink alleen maar om dij, kind net sliepen zonder dij. Bleef maar zitten in mijn holle, mijn holle. Dit gevoel is mij te volle. Janneke, de boer en Lise Marije. En ik kom samen naar hun ta. En dan is een van de vragen die ik stel, Sil, is het nou eigenlijk een soort muzikale geerwerk in Linnen? Of is er een freunskip ontstaan? Want ja, ik kreeg een tijdje verliezen een mailtje van de man die naast me zit, Simon Fuik. En hij had een periode verliezen een boek schreven, Echte Vriendschap. Verhalen van bekende en onbekende Nederlanders. Vriendschap. Wat is het verschil tussen een relatie en een vriendschap eigenlijk? Ja, vriendschap is een relatie. Ja, eigenlijk wel. Een beetje het verschil tussen vriendschap en liefde. Dat is een stuk makkelijker uit te leggen. Vriendschap is wederzijds. Liefde komt in principe maar van één kant. Ja. En met een beetje mazzel wordt die beantwoord. Ja, dat is mooi uitgelegd inderdaad. We kennen jou als misdaadschrijver. Je werkt veel samen ook met Peter R. de Vries aan programma's. Ik denk zelfs in de misdaadwereld zijn er heel hechte vriendschappen. En juist ook niet. Maar wat was voor jou de aanleiding om in dat hele vriendschapsverhaal te duiken? Ook met een boek. Ja, maar het heeft echt een hele gekke dynamiek gekregen. Ik ben criminoloog, misdaadjournalist. Dus eigenlijk al 30 jaar bezig met het slecht in de mens. Ja. En op een gegeven moment dacht ik een aantal jaren geleden, maar privé ben ik van het goede in de mens. Ja. Daar zit gewoon een rare tegenstelling. En omdat ik boeken maak, samenstel, dacht ik ineens, ik wil één keer een boek over vriendschap maken. Ja. Nou, is dit boek geworden. Interviews? Nee, iedereen heeft zijn verhaal zelf geschreven. Ik heb ze alleen geredigeerd. Yes. Dus van Peter R. de Vries, maar bijvoorbeeld Friesland, Marga Waanders, burgemeester van Dokkum zit erin. Ja. Gewoon een heel breed scala van mensen die ik min of meer uit mijn werk ken. Ja. Waarvan ik wist dat ze vriendschap in hun genen hebben. Die werken vanuit vriendschap, die leven vanuit vriendschap. Nou, ik heb dat boek gemaakt
En het stomme is, het is echt geëxplodeerd. Want ik dacht dat vriendschap alleen maar persoonlijke waarde had. Maar het blijkt dus ook maatschappelijke waarde te hebben. Niet zo'n beetje ook. Nou ja, vriendschap begrijpen allemaal in elkaars leven. En je helpt elkaar. En een vriend van een vriend van een vriend komt misschien ook weer eens met een vraag. Je maakt elkaar beter. Ja. Je zorgt er ook voor dat je niet afglijdt. Nee. En sterker nog, ik ben criminoloog. En als criminoloog mag ik zeggen dat inmiddels vaststaat dat vriendschap de wereld veiliger maakt. Omdat de ergste misdaden altijd worden gepleegd door mensen die geen vriendschap blijven. Te hebben. Je wordt gewoon niet gered door degene die je normaal gesproken redt. Ik zou tegen jou zeggen, waar ben je nou mee bezig, man? Kom op, doe normaal. Ja, broekt in harses. Dat zou ik kunnen zeggen, die taal ken ik niet. Nee. En toen werden ze wel in Friesland. Tuurlijk. Ja, de oude zoon is dus. Ja. In dat opzicht is het misschien wel een heel mooi voorbeeld wat erin zit. Peter R. de Vries, misschien beroemde Freus, ik heb mij een misdadiger. Ja, Cor van Hout. Ja. Dat is echt. Het mooie is, ik kom net uit Frankrijk. Ik heb allemaal filosofische boeken over vriendschap gelezen. En dan blijkt dat Aristoteles al een verschil maakte tussen gewone vriendschappen en voortreffelijke vriendschappen. Ja, ja. En een voortreffelijke vriendschap is een vriendschap die eigenlijk alleen maar tussen twee mensen kan bestaan. Okay. Dat is echt een waanzinnig mooie gedachte. En dat deel ik op dat moment ook wel even met Peter R. de Vries. Want het lijkt zo'n rare tegenstelling. Een misdaadjournalist en een topcrimineel, Cor van Hout. En toch was daar een niet te vermijden vriendschap ontstond daar. Ja, vanaf dat moment ben je gewoon de klos. Maar een voortreffelijke vriendschap is dus de overtreffende trap. En het boek heet ook Echte Vriendschap. Om vooral te onderscheiden van wat je als hele alledaagse vriendschappen kan zien. Het is echt voor mij een way of life. En ik wil daar helemaal mee losgaan. En daar gaan we het volgens mij nog even over hebben. Straks. Mooi zo. En wat voor hem een echte vriendschap is. Ik ga even naar Janneke en Lise Marijenwer. Alhoewel INO zien leefde voor een prachtige orgel en zien freunskippen, maar naar uitbrengt. Ja, misschien een pijnlijke vraag, maar stel hem toch. Ben je een freun of ben je muziekcollega's? Nou, ja. Of rivalen? Nee, nou zeker geen rivalen. Nee, maar ik alle opties even niet. Ja. Nee, wie ben begon bij een band en daar zit niet jaren in. En Lise zit er nog net meer bij, ik nog wel, maar samen hebben we elkaar ontmoet. Ja. En samen hebben we muziekvrienden worden. Ja, maar goed, dat interesseert me heel wat. Gradaties wil ik er net om jou. Wat nou mooier of minder mooi of zo. Maar je treffelkoor echt in de muziek en dat is je onderwerp. Ja, ons raakvlak. Ja. Okay. En daar boeten doe je niks? Maar elkoor, je hebt net gewoon te koffie drinken en te roddelen? Nou, wel eens even koffie, maar muziek is echt wat ons bindt. Het cement. Dat doen we ook gewoon graag samen. Ja, nee, maar dat straal je mee. Maar dat is leuk. Want de ene had het mij misdadiger, de oren mijn muzikant. En de oren, weet ik veel, maar de borrelen een fantastische vriendschap. En zo haal je dus al je verschillen. Ja. Welk noem ik hem dan? Tomorrowland. Wie ben ik? Mijn Engelse noemer zo'n gong. Okay. Dus wie knallen direct even een Engels noemer in. Ik ben er altijd voor, absoluut. Alles teruggekomen. Fries, Nederlands of Engels dus. Hier hebben ze. Live in Orwin. In my dreams I saw walking in the rain. She looked me in the eyes. She saw the inner pain. Don't be afraid, she said. She took me by the hand and brought me to Tomorrowland. Sometimes life is not the expected. The doors of hope are closing in. I always wanted to be the feeler's one, ready for life and jump in. She took me by the hand and brought me Tomorrowland. Little girl, please lead me there to the land of hope and laughter. Teach me to be full of hope and lead the way
showed me to let go the pain and the sorrow. Don't let that be a burden anymore. Be yourself, what you are made for. She took me by the hand and brought me to tomorrow. Prachtig. Mooie stem, mooie muzikanten. Ook nog een heel mooi album, een EP onder de titel Leeft. En al is hij een beetje gedateerd. Meestal ben ik, ren ik sowieso achter de muziek om. Ja? Want had ik iets plan, ben ik 12 maanden vooruit. Dus ik ben nooit eigenlijk actueel. Vind ik wel noffelijk, wat dat allemaal langert. Helemaal dwaan met mijn plaat trouwens. Nee, maar oh. Wel... ja, ik denk even stiekem eerst informeren. Deze, ja, eerst ja, deze maar. Deze. Ja, ja. Simmer, betekent dat voor je met meer of juist minder optredens? Nou, we zitten nog erg in de schrijfmodus. Dus we zijn met nieuwe nummers bezig. Maar we willen heel graag weer lekker optreden. Dus we kunnen avond vullen. Dus, Friesk, Engels, alles erop. Alles door elkaar, van alle markten thuis. Ja. Dus ja, prachtig man. Aanbevolen. Ja. Wat voor avontuur wie het vind je om in de studio te gaan met dit hele verhaal? Ja. Je bent natuurlijk wel wat wend, je bent wel aardig ervaren, maar toch, hè? Ja, dat is wel heel oors, want het is natuurlijk, oké, dit even net goed, nou, doen we nou een keer. Ja. En haast natuurlijk helemaal geen publiek en je bent puur bezig, maar oké, tekeningen, twee, drie, overduppen, dit weer, dat weer. Ja, en als mij optreden, daar gaat natuurlijk in. Maar het publiek, en dat is gewoon het mooiste. Ja. Live is gewoon het mooiste. Maar dit is echt gewoon, echt wel echt heel erg leuk. Want ik ken persoonlijk net heel goed, maar ik heb wel een soort perfectionistisch idee bij hem. Zit ik er heel fier op? Nou, als ik over mezelf... Waar is het meest precies van je? Kijk. Ja? Kist op een gegeven moment zeggen, no is clear? Of mat een oor dat zien die zeggen? Nummer is eigenlijk nooit klaar. Nee, daarom? Nee. nee. Muzikanten dilemma. Ja. Hoe haast het met deze EP dan? Van oké, klaar, ik in oezen, ik let het op. Op een gegeven moment klaar, ja. Dan moet, Janneke die remt mij daar ook wel in, dus op een gegeven moment is het klaar. Goed, deze muzikale frunske pik voor. Ja. Welk nummer game? Noodwan als laatste? Wat doen we? Ik alles om. Ja. Prachtig. Oh, de piano nummer. Oh, dan mag je toen naar de piano. Ja. Dolf, zit de piano bij. Ik zit er nog maar even. Vleugel. Komt ie. Ja, nou zeg ik even zitten. Dag Martijn. Hey. Gaat het met de band? Ja, we zijn toch bezig. Hartstikke mooi, ze zijn er ook bezig. Ja. Er moet even een omzet worden. Jim Jerrit wil even door het gerommel. En ik maak er altijd een lekker zootje van. Zeer dat ik op voor de Miggie. Goed. Als Jim de kleur voor binnen, dan kon ik je morgen. Janneke en Lise Marije. Ik lees het in die dagen dat ik ben van bij, dat wij bij elkaar blijven en dat stoel als voor mij. Ik lees hier in die armen, door flusters die mij neer. Ik ben ook zo gelukkig, hart van dij meer en meer. Door ons zomaar in mijn leven en naams mij bij de hoorn. Ik lid hier neer werk in, ik lid mijn leren terug de liefde. Kim mij dij alles om. De vrouw tot op van draaien, had ik on die tink. Wat haast er in mij dat ik zijn volle had van dij. Mijn verstorming kon verliezen, want oer ook in mij dij.
Zuster, pak mijn hoorn en neem mijn meid die mij. Door een summer in mijn leven en naams mij bij de hoorn. Ik let die never gaan, dit mijn leerde trof de leefde. Kim mij die alles om. Ik trof de dagen dat niet had geen grip op mij. Ik wacht op het moment dat ik weer wezen kan bij die. Doe die smijlers verjetten, viel mij zo goed bij die. Ik ken nog niet weer zonder, ik wil heel niet meer van die. Door een samar in mijn leven en naams mij bij de hoorn. Ik liet die niet weer gaan, liet mij leren trof de liefde. Ik jaroer al vogels jongen, liet mij wegen op de wind. Viel mij dronken van de liefde, viel de warme zinneskien. Door een samar in mijn leven en naams mij bij de hoorn. Ik liet die niet weer gaan, liet mij leren trof de liefde. Alles wauw, fantastisch. Jawel, Janneke en Lies en Marije. En bij de beide heren erbij. Leeft, zo neem ik het maar even, is inmiddels al presenteerd. Maar hoe te krijgen? Via onze Facebook-site, Janneke en Lies en Marije. €8. Wordt erop stuurd, of kist hem ophelje. Mooi prieske en een hele mooie cd. En nou, druk ontschroeven. Zie je hem al, home, vooral in de gaten. En ja, via de site meer informatie. Zullen we het zouden wel? Ja, hartstikke best. Dat was mij waar genoegen. Dankjewel, heren, ja, dankjewel. Dames, jawel. En de cd dus leeft. Asus, Alex, Lutjeboer hier. Die zullen nog even soundchecken. Maar ik ga eerst even naar Simon, hoi. Hey jongen. Je hebt het druk, man. Ja, leuk, hè? Prachtig programma. Ja, we maken er een lekker zootje van. Muziek. Straks echt een rockers hier in de studio. Dat is, ja, in de muziek zit ik een voor een skip. Jongen, muziek is vriendschap. Wat is voor jou voor die de belangrijkste voor een skip? Hast u verschillende voor een skip? Hoorn? Nou, hast er nog gewoon? Ja, ik leef van vriendschappen, dus ik zou echt niet zonder kunnen. In de huidige tijd noem ik even niet de naam, maar ik ga er altijd prat op dat mijn allerbeste vriend mijn vader is geweest. Ja, 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 ja. Die is overleden, maar tot op de dag van vandaag, ook vandaag nog voor ik hierheen ging, dan loop ik even over de dijk en dan zeg ik, ik ga zo meteen verder met de vriendschap, want ik heb het echt van hem. Ja, precies, want je kunt dus vriendschap met je ouders hebben. Je kan absoluut vriendschap met je ouders hebben. Ik bedoel, sterker nog, ik denk dat als je in staat bent om vriendschap met je kinderen te sluiten, dan ben je natuurlijk in een latere levensfase, als allebei allemaal volwassen zijn, heb je een hele andere band. Je hoeft niet altijd alleen maar vader te zijn. Wat is het mooier om ook een vriend te zijn? Nee, dus absoluut. Maar sterker nog, mijn vader heeft hem echt geleerd. En ik ben er dus ook van overtuigd. En dat is, wetenschappelijk staat dat ook vast. Je kan lachen, je kan of niet. Maar het is genetisch. Je kunt het genetisch doorgeven. Je kunt aan je kinderen, door die vriendschap erin te pompen, pomp je het verder in de mensheid. Dus wat is er mooi, man. Ja, nee. Schitterend. Ik laat het jou vertellen, maar ik ben het absoluut met je eens. Ja, nee, het is gewoon, het geeft door. Het geeft gewoon echt. Mijn vader is dood en toch leeft je voort in onze vriendschap. Is dat een rode lijn die uit al die, in al die verhalen van je boek ook weer naar boven komen? Elke keer anders. Weet je, elke vriendschap heeft ook zijn eigen gezicht. Wat ik net zei over voortreffelijke vriendschap. Een vriendschap is altijd uniek. Is altijd iets tussen twee mensen. Dus het heeft altijd een eigen kleur, een eigen invulling. Dat kan niet anders. Maar dat er altijd iets boven hangt. Hè, iets wat meer is dan alleen maar, god, we hebben een mooi biertje gedronken. Ja, geweldig. Ik bedoel, het heeft ook een hele spirituele kant. En er zijn voor elkaar 24/7. Ja, en weet je, dan is muziek, want we zitten hier in de muziek Walhalla, het dorpsplein van de muziek. Muziek draagt vriendschap. Ik denk dat in elk nummer horen wij hier vriendschap. Of door de bandleden, door de tekst, door de muziek, door hoe het is ontstaan, door de weg die het vindt, door wat het overbrengt naar mij. Geweldig. Dit zijn volgens mij ook echte vrienden. Mooi, man. Ja, ik kom straks erbij. Ja, weet je. Jim Jerrits, we zijn Donald Soundchecken. Bij Alex. Gaat ie! Yeah! Straks meer. Mooi weekendfeestje in Orville. Er is een feestje in de kroeg en iedereen is
lange avond voor de boeg. Ik weet het is nog veel te vroeg, maar voor mij is het genoeg. Want ik wil slapen, handdoek in de ring. Slapen, want dit heeft echt geen zin. Ja, ik wil slapen, dus hopelijk tot gauw. Want als ik dat dan doe, dan wel met jou. Glas. En ik nog bij de eerste ronde. Deze nacht begint nu pas. Jij haalt ja, ja, Jan Smits. En hij had het over sleep. Nou, dat geven wij naar de man. Het laatste jaloeren van Noorderwie Live. Eerst op naar het Nijs. Voordeeluitjes.nl. Er is lekker tussenuit? Ga dan eerst naar voordeeluitjes.nl. De leukste en voordeligste hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl. Niet voor niets, kampioen in arrangementen. Voordeeluitjes.nl. Op zoek naar een heerlijke geur? Bij Issy Pre-Excel helpen we je graag. Nu 25% korting op bijna alle geuren. In de winkel of op issypre-excel.nl. De Bonte Wever. 3 dagen all-inclusive, €149. Voordeeluitjes.nl. Vanaf september gaat, het is triest maar waar. De BPM omhoog, dus dokken maar. Dat is balen, echt verschrikkelijk zo naar. Maar Fiat wist ervan, en er staan auto's voor u klaar. Een grote voorraad vol geluk, voor het oude BPM tarief. Een waanzinnig extra voordeel. Dankjewel en alsjeblieft. Ontvang tot en met 31 augustus op alle voorraadmodellen met het lage BPM-tarief tot €4000 extra voordeel. Kijk op Fiat.nl. Fiat, standaard met een glimlach. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Keuswerk had een hartstikke mooi project van jonge talenten. Dat heet Vulkaan. En die treden straks op. Hier nog in Noorderwie Live. En de grenzer Alex Lutjeboer. Rock'n'roller in hart en nieren. En straks dus ook live te bewonderen. Maar eerst het Nijs, de provincie met Dieter Seijens. Een man uit Jestermar die het zijn bern mishandelen had, doet er een psychose hier. Met hem een jaar lang behandelen litten in het psychiatrisch ziekenhuis van Frenscher. Dat had de rechtbank besloten. De man hier zien twa liet zijn benen wie kan op besieten. Hij hier bloot en dronken, rekken daar toch in een psychose en kniepte door de kiel van de benen dicht. Neffens zaakkundigen is de man volslein ontarekkenbaar, maar denk ook de rechtbank net in mei. De man wie alles jij onder invloed van drugs in een psychose rekken. Hij hier daarom witte kind dat er zijn benen beter net bij hem hakoe, zegt de rechtbank. Uit stuurcoöperatie AB Vakwerk had verleden jaar een omzet halen van €120 miljoen en er wie haast oral miljoen euro winst. Dat betekent dat de leden van AB een bonus krijgen van €350. Dat gebeurde verleden jaar voor het eerst dat ze een bonus kregen. De sector agri en food bleef voor AB Vakwerk de belangrijkste bronnen van inkomsten. Daar waard verleden jaar goed 5% meer omzet halen. Maar werkers van Vitens die staken maandag voor een betere cao. Zo'n 100 werknemers van het wetterbedrijf uit Ljouwert, Zwolle, Arnhem en Utrecht. Die komen dan bij elkaar bij het haatkantoor in Zwolle. Het personeel had zien nog, omdat er na goed een jaar onderhandelen nog altijd net een nieuwe cao leidt. De meewerkers eerst een leersverheging van op zijn minst 12%. Klanten van Vitens wij dus hoe net benauwd te wezen van een acuut wettertekwad. Want wetterbedrijven hadden wettelijke verplichting om wetter te leveren. Ljouwert riet hem op het heden op de komst van de Trije Reuzen, mits augustus in verband met Ljouwert culturele haatstijd, om die reuzen de rondte te jaan, wat hier en daar wat voorthellen, zodat het net in het paard stiet aasen. Dat werkt, dat wordt nog gewoon een van tak om wieken. En als de reuzen weggaan, dan wordt alles weer ombracht naar de oude situatie. Dat besluit het ware, de loft is beroemd, maar de zinnekinder ek bijkomt. Het is een graad als 21. Moon aardig wat zinnen, maar de loft kan moon ek wel eens wat berinnen. Het wordt 23 graden. Snijden hebben een heel soort zinnen en het wordt flink warm, zo'n 20 graden. Magisch Ameland. Daar wil je toch vaker in, hè? Vakantiepark Kleinvaarwater biedt jou die kans. Je boekt op zijn meest in je wieken in je van uw prachtige accommodaties. En je krijgt letter dit hier nog een weekend of midweeken vergees. Profiteer je juist nog van die kans. Klein vaarwater. Wij weten het wel, maar we kunnen het jo ek. Meer informatie kleinvaarwater-ameland.nl.
Bureau de Vries zit tussen simmer op het Dwarpsplein. Op ziek naar de Dwarpsmierskip. Snij zitten we in Wienaan. Terpdwarpke onder de reek van Haas en zijn rek. Verneemd door de Fibula. Mooi jubilerend dwarpsbelang. Maar zonder squallen en café. En drieg je de Boijemdelgong troch zout en gaswinning. Snijn van Alvenottingen. Bureau de Vries in Wienaan. Dankzij BVN kan je echt overal naar je favoriete tv-programma's kijken. Je hebt ontvangst van hier tot Tokio, Japan. In een afgelegen dorp in Boring, United States. Zelfs in the middle of Nowhere Island, Canada. Kijk in het buitenland naar het beste van de NPO. Online via de BVN-app en satelliet. Meer info op bvn.tv. Gratis, zonder abonnement. Weekend topper bij Kruidvat. Alleen dit weekend alle make-up van Max Factor, Rimmel en Sally Hansen 1+1 gratis. Daar moet je heel snel bij zijn. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Omroep Friesland. Nog een beetje jaloers te gaan met twee muziekoptredens hier van een te gekke band. Eindelijk hakken we in de studio. Alex uit Grijns. Ik vertel het verhaal aan ze nog wel even. En daarna het project van Keunstwerk Vulkaan. Er wordt een jonge talentgrazen de koers om hier te spelen. Dus het wordt lekker drok. En ik heb Simon Fuikje nog altijd achter de barten staan. Hij is met Freunskip bezig, gaat een boek schrijven. Maar, Simon, straks het hele verhaal even. Maar doe haast iets in de hol om iets te organiseren. Ja, in we gaan het doen. Wat gaat er gebeuren? 2 uurtjes geleden bekend geworden. Ja. Officieel persbericht in het hart van de Tollship Races Harlingen. Het grote Tollship Weekend, eerste weekend van augustus. Zondag 5 augustus, de hele middag, mainstage, Dag van de Vriendschap. Kijk. Voor het eerst in Nederland, eigenlijk een beetje overgewaaid uit Amerika. Friendship Day, eerste zondag van augustus. Voortaan Dag van de Vriendschap in Nederland. Om te beginnen hier in Harlingen met een en al muziek. Verhalen. Maar ja, maar hoe ga je dat die dag muzikaal vertolken, zeg maar? Muziekverhalen, presentatie, maar gedragen door muziek. Hoofddek de Kick. Oh, gaaf. Door, ja, fantastisch. Ferry Rozenboom. Staat ook in je boek, volgens mij, hè? Ja. Ferry Rozenboom, de platenbaas van Excelsior, ja. Die heeft dat gefixt. Die zei van, je moet de Kick hebben. Dat is de band om vriendschap door zo'n middag te dragen. Ja. Geweldig. En daaromheen allemaal andere projectjes. Waaronder het project waar we het zo meteen ook nog even over gaan hebben. Ja, maar andere artiesten, de Kick. Wie gaat er meer spelen? Kick is de grote hoofdact. Ja. En daaromheen andere dingen. Maar niet muzikaal. Maar bijvoorbeeld Peter R. de Vries komt bijvoorbeeld ook. Ja, wordt het een soort talkshow-achtig gebeuren dan? Ja, ook. En we gaan bijvoorbeeld ook op zoek naar het mooiste gedicht ooit geschreven in Nederland. Over vriendschap. Met een aantal dichters. Gewoon echt. In het festivalterrein wordt één grote vriendschap. Vriendschapshow. Dat is echt geweldig. Maar het is vooral Friendship Day, Dag van de Vriendschap, om één dag in het jaar echt met elkaar vriendschap te vieren. Weet je wel, dat. Gewoon zo mooi, zo waardevol. En niet zoals Vader en Moederdag dat het commercieel feestje wordt. Hè? Nou, pure vriendschap. Niet. Nee. Echte vriendschap kent geen commercie. Ja, big man is. Absoluut. 5 augustus dus, mainstage, de Tollship Races. En dan zal er het feestje vieren worden met onder andere de Kick. En straks een oproep, maar daar komen we nog wel over te spreken. Want hij had het over het mooiste gedicht wat hoe Friendship get. Maar ja, dat kun je ook in de muziek vinden natuurlijk. Alex Lutjeboer, hoi. Hoi. Facebook vrienden. Ja. Ja, we hebben het steeds over vriendschap. Ja, heel lang. Heel lang al. En al volgens mij een hele tijd contact. En wanneer kom je nou? En dan kan jij niet en dan kan ik niet. Ja. En dan zit ik weer vol en dan achter dat wil. En eindelijk. Eindelijk maar toch, ja. Stel even de band voor. Klaas Post, gitaar. Hey! Maar van de Ploeg, basgitaar. Hey! Kit van Hees, ja, drums. Ja. Remco Wendt, keyboards. Nou ja, en Alex. En Alex. Hartstikke mooi, man. Yes. Ja. Vaste band, dit? Ja, al jaren. Ja, ook alweer. Ja. 10, 11 jaar of zo. Maar hoe lang zit jij al in de muziek? Ik vier volgend jaar september 40 jaar. Fuck. En jij en de Dokters? Dat is on hold op het ogenblik. Ja. Maar dat was een van je bands. Ja, daar heb ik, volgens mij was ik de enige muzikant die zo lang met Appie volhouden heeft eigenlijk. Als het maar komt. En welke bands heb je meer gespeeld? Vroeger, heel vroeger, Speedo. Dat was de jongste Groninger bluesband ooit. Okay. We waren 13, 14 jaar en speelden blues. Ja. Wie doet dat nog, weet je wel? En sowieso destijds al. The Wild Buns was een bandje van me, heel veel meegespeeld. The Big Bastards. En sinds jaar en dag dus. Hoe noem je deze band eigenlijk? Gewoon al? Ja, nee, 050. 050. 050? Het kergetal van Gronen. Ja. Echt een Gronen. Ja, dat klinkt een beetje, mogen we niet Groningen zeggen? We waren op zoek naar een naam en iemand bedacht. En oké, klaar, weet je. Ja, 050. En bij 050 of 050 ja, op zich Gronings? Nee, 050 met een E in plaats van. Want je hebt voor het eerst een Groninger liedje.
Nou ja, we zijn nu inmiddels anderhalf jaar bezig met dit. Is het ook grunstalig dan al? Ja, grunstalig. Allemaal? Het is allemaal grunstalig op het ogenblik, ja. Ja. Gaaf man. Ja. Hoe heb je dat ontdekt? Ik bedoel, je bent grunstalig, maar... Ja, ik vond het altijd lullig om te zingen. Maar op een gegeven moment laat ik voor de grappers wat gaan schrijven. En het, en het werkte. En we kwamen met de eerste drie singles direct in de Noord 9 van... ja, fantastisch. Ik vind het ook mooie liedjes, hoor. Dus, ja. Ga je ook nu drie grunstalen... Aan de drie hits gaan we spelen. Ja! Oké, wordt dus wat mini-concert, dames en heren. 050... Ja, ik ben een Fries, hè? Ja, jij bent een Fries, ja. Hij ook trouwens. Ja, hè? Ja. Ja, nou, dat was Bronnen! Ik bedoel, spieljes. Zij gaat het, blijf het stik warm uit. Ik heb een beste spuurt eraf. Ik wil stoppen in de stad, maar ik heb geen funky vibes erop.
Funky Fountain. Dit is een schiere dag. Ik ken een Oeslo op een vrije zotte dag. Mijn biowerker gooit zo vrouw af. Ben al die bangen, daar waar missen maalt. Ben al die zaad kwijt de wees. Als loonsloof. Het is een snubberd baan, maar is het hoor. Laat ik om mijn lange dag in de bonen. Ik ben kloor op die de maag. Een night op klakken gluren. Een dolle schiere dag en wie nou? I'm all night lang genoeg duren. Toen schreef ik wie getalen duur. Naar doodse weken van vuur. Wie eigen moed gerecht het hier. Waar de rest het met me kwijt. De dood met wie was de keur. Een echtmaal is zo rabagur. Er is geen uur te laat voor mij. Schiere dag is zomaar weer voorbij. Ik heb season in de buurtse. In mijn schaduw aan de arm. En wie dat mur is in mijn hoorn. Van de uur wat kan warm. Wie gewoon vannacht goed in staat. Nu draaiotjes op de grote maat. Ah, de lijf ga ik beetje skiën. Maar ja, de rin is van jou zo bepaald. Naar jeuzel, naar treuzel. Om wie de gang dan nou hij doet. Ik heb jou nog zoveel te down. Maar als toen had je met mijn kleinzoon in dit verske man naar af. Ik moet nog frisse snoer naar mijn alle fijne telekaste down. Dus schreef ik niet getuigd uur. Naar toch zo'n leken van vuur. Die eigen moet gerecht het zien. Dat is zomaar weer voor mij. Moet naar de ron, heb ik nog een in de kar. Wel vrouw ben, moet ik doet het toch weer af. Mag u Judas van zwaar en versloten alcohol. Dit is de straf voor een duif van nacht en dat we wezen. Ik heb zo'n 7 uur. De tijd is mij nou een te uitgered. Maar als ja, jou die mij nekt. Toch ben de dood was de keur. En wat is zo'n rabaver. Er is geen uur te laat voor mij. Maar een schiere dag is zomaar meer voor mij. Schiere dag. Schiere dag. Schiere dag. Een schiere dag is zomaar meer voor mij. Schiere dag. Een schiere dag is zomaar weer mee. Is je niet stoppen een schiere dag. Ik hoop dat ze nog boven mijn leven maakt. Schiere dag. Een schiere dag is zomaar weer mee. Dat we door een schiere dag verdienen mee. En dat we weer op leven is zo voor mee. Zo voor mee. Schiere dag. Schiere dag. Schiere dag. Schiere dag is zomaar weer voor mij. Schiere dag. Schiere dag. Schiere dag is zomaar weer voor mij. Schiere dag. Schiere dag. Schiere dag is zomaar weer voor mij. Dankjewel. Oké. Okay. Dit gaat over aardbevingsproblematiek in Groningen, dus ledens leven.
Spacey, Flint, Stein, Zunder Cement. All that night upstairs it, and I'm still sentiment. Stood in a coma, bottomed as the tooth. Stood right far, far me. Blavons come. Yeah. Of zei iets in ieder geval. 050. Ja, 050. Top, jongens. Dank. CD's, optredens. Wat is de bedoeling allemaal? Optredens komen eraan. CD komt er ook ooit eens een keer aan. Ja. We zijn gewoon lekker bezig. Met wel plannen, studio in en dat soort dingen. We hebben een eigen studio, dus we kunnen ten alle tijde kunnen we onze dingetjes op gaan nemen, zeg maar. Dus, en daar zijn we druk mee bezig. Is dit het enige waar je op dit moment mee bezig bent, muzikaal? Op het ogenblik wel, ja. Ja. Ik heb geen nevenactiviteiten. De rest van de band speelt allemaal. Hij is tof van Ben, man. Ja, trek toch? Leuk toch? Ja. Mannen, dank jullie wel. Dank je, tot de volgende keer. 050! Yeah. Hoe kunnen mensen je vinden? 050? www.050.nl. En anders mij mailen. Dankjewel. Okay. Top. Straks Vulkaan hier in de studio. Maar ik eerst nog even naar Simon Vuik, want bij zondag hebben we een oproep doen. 4 augustus, Friendships Day. De kick als afsluiter bij de Tallships, dat hebben we wel even benoemd. Op zoek naar het mooiste gedicht over vriendschap. Maar nu. Ja, maar we gaan nog iets anders doen, Wil. Ja. Wij gaan samen op zoek naar het allermooiste liedje, het Friese liedje, dat ooit over vriendschap is gemaakt.
Wat vond je daarvan? Ja, ik ben het top idee. Ik heb je gevraagd, wil je me helpen daarbij? Ja. Want je bent natuurlijk de man om dat te kunnen beoordelen, maar ook die de wereld kent. Maar hoe mooi is het ook niet om juist in dit jaar, culturele hoofdstad, ondanks alles natuurlijk prachtig, juist die cultuur rond vriendschap ook in die muziek te vinden. Friesland is voor mij de provincie van de vriendschap. Dus moet hier het mooiste liedje over vriendschap bestaan. Kan niet anders. Ja, Maarten van Johannes Rietma en Sien Bountyhunters is al een prachtig mooi voorbeeld. Ja. Maar het hoeft net Friestalig te wezen, dames en heren. Mijn Engelstalig, mijn Nederlandstalig wezen. Frieske artiesten, een band, een solist, een troubadour. Wat oefenskip geert, mail het naar NW van Noorderwien. @omroepfriesland.nl. Ik gooi het ook nog op internet. We zullen zien wat eruit komt. Er komt iets heel moois uit, 100%. Dankjewel. Dankjewel, man. Begin naar de talenten. Schitterend. Simon Fuik, fantastisch. Mooie gast. Ik ging even naar deze dame. Hoi! Hoi. Je bent van Vulkaan. Klopt, inderdaad. Lees even kwart uit wat dat is. Vulkaan is er speciaal voor Ben in de leeftijd van 11 tot en maar 18 jaar. Voor muziek, theater en zang. Komt vanuit Keunswerk, hè? Komt vanuit Keunswerk, inderdaad. En wij organiseren in de laatste weken van de zimmervakantie de Vulkaan Simmer Academie. Ja. En in de lawaai hebben we een week lang Meisje Maukor muziekmaatje en gissen dus in theater. En, komt dat nog of hebben we dat nog aan? Dat komt nog. Aankomende zo'n 20 augustus tot en maar 1 september. Dus dit is een vrouwproek? Ja. Dit is een vrouwproek, inderdaad. En dat Ben die graag wollen zich aanmelden kennen om mij te doen. Vertel, hoe? Hoe? Dat mag je op de website vulkaan.frl. Daar zit meer informatie, is daar hoe te vinden. En Ben mag je zich dan aanmelden. Die graag zeggen van, nou, ik ben al in Imperia bezig. Maar ik zou graag volle meer willen. En ik heb mijn passie daarin. Die mag je zich aanmelden. En ook zie jij in het studio, hi, hè? Nou, dat doen we. Zet dat er maar bij. Dus train die mek op in Noorderwien Live. Het meest chaotische programma van Friesland. Hoe is het? Joelle. Hoe is het? Chris. Hoe is het? Silke. Ja, ik praat gewoon terug met mijn schelen. Je bent van Vulkaan. En hoe is het? Ik heet Hanka. Oké, en de begeleid deze dames en heren. Dat klopt, ja. Nee, twee dames en één heer, hè, is dat? Ja. Is leuk, Vulkaan? Ja, ja. Oké. Ga je hem al vaker optreden? Ja. Allemaal camera's erbij? Ja, ook. Ook al. Oh. Hoe heet het nummer wat je moet aanginnen? Turning Tables van Adele. Mag ik hem aankondigen? Ja, kan niet? Nee? Oh, ja, nee, wel, ja, nee. Doe maar. Ja? Ja. Dames en heren, live in Noorderwien, Vulkaan! Next time I'll be
Ik wil vier vertellen te gauw, maar gelukkig hoor ik me stil. Dankjewel, super, super, super. Nog even een keer, hoe kan Ben zich op, Jan? Via www.vulkaan.nl. .nl. En .frl, sorry. Ja. En hoe lang hoort maar zijn? Tussen de 11 en 18 hier. En ja. Muziek, zang en theater. Hartstikke mooi, dankjewel. Nou. En hartstikke mooi nummer, Friesk, Nederlands of Engels, maar toch een Frieske artiest uit Viert in ieder geval. Wat hoe Frunske begeert. NW van Noorderwien, @omroepfriesland.nl. En bedankt voor het zien. Harkien, hoort naar je weken. Hoi.